mijn klok goed staat, dan hebben we nog 2 minuten. Helijn, mag ik vragen? Met je water, heb je dat? Ja. Dat is goed. Als u gewoon wil weten wat voor beeld u ziet, dat is misschien ook leuk. Er is een 19e-eeuws schilderij van Neefs. En het is de poppenkast bij Margarethe van Oostenrijk. En u ziet haar zitten als weduwe met de kindjes. En Isabella zit naast haar, is haar lievelingsnichtje. Wij horen niks. Nee, goed. En dan heb je ook nog natuurlijk Kareltje. Kan dat zij niets horen? Kan het dat zij niets horen? Ja, het is belangrijk, denk ik, dat u... Daarom testen we het eventjes. Hè, vandaar. Ik ga gewoon nog eens zeggen wat ik u daarnet wou zeggen. Dat is de poppenkast in het paleis aan het Hof van Savoye... van Margarethe van Oostenrijk, en dat is een 19e-eeuwse schilderij, waarbij je dan natuurlijk Margaretha ziet in haar zwarte plunje, hè, als weduwe, en haar lievelingsnichtje Isabella naast haar, en dan natuurlijk de latere keizer Karel, hè, die eerst koning wordt, en dan Kareltje dat dan naast zijn tante zit. Typisch 19e-eeuws romantiek. Is het goed zo? Hoort u mij achteraan? Ja. Prima, oké, dan zijn we klaar, denk ik. En, ja, zeker. Jij mag. Doe jij maar jouw ding. Ja, doe jij jouw ding maar. Oké. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk bedankt om tot hier te komen in Anderlecht. Of ook om ons te volgen op internet. Ja, dat is voor ons echt een plezier om vanavond met meneer Kapenbergs te hebben. Hoeveel keer hebben we het niet moeten uitstellen? Dit is al eigenlijk bijna 2 jaar dat we over deze lezing spreken. En uiteindelijk is het gelukt vanavond in Anderlecht. Dus wij zijn daar heel blij mee. En niet gewoon wij vanuit het Erasmushuis, maar ook vanuit het Mazereelfonds, vanuit het Davidsfonds en het Willemsfonds. Omdat we het eigenlijk samen organiseren. En ook hartelijk bedankt aan jullie ook. Dat is oké. Okay. Voor de mooie samenwerking. Koen en Philippe, die hier vanavond aanwezig zijn. Merci. Bedankt ook aan onze sponsors. Ik denk aan Visit Brussels, die ons heeft geholpen om het materiaal te kopen voor de livestream. En ook aan Literatuur Vlaanderen. Voilà, maar ik wou vooral iets zeggen over onze spreker voor vanavond. Dus meneer Kapenberg is cultuurhistoricus en antropoloog. En met een bijzonder interesse voor heel veel thema's rond erfgoed, geschiedenis. We spraken er juist over ook ecologie, natuur. Hij heeft mij ook gezegd dat hij nu ook regelmatig webinars geeft
namelijk voor het David Fonds Avanza. Dus jullie kunnen hem ook nog online volgen. Hij geeft ook regelmatig lezingen. Voilà. Ik wou ook nog iets vertellen. Eigenlijk was hij de curator van deze fantastische tentoonstelling. En dat was in 2005 over Margaretha van Oostenrijk en Margaretha van York. Ah ja, prima. En ik was er, dus ik was nog wel jong. Maar ik ben er geweest en ik vond echt een geweldige tentoonstelling in Mechelen. En voilà, dus dat was iets heel leuks. Ik leerde u kennen nog voor het Erasmushuis. Voilà. Ik ga jullie nog vragen om de telefoons uit te schakelen ofwel op vliegtuigmodus te zetten. De lezing gaat ongeveer een uur duren. Of een uur en een half. Voilà, dat zien we wel, inderdaad. En dan is er nog wat tijd voor vragen van het publiek. Voilà. Oké, hoort u mij? Ja, goed. Remy, moet ik de volgende? Wat hebben ze gewacht? Goed. Goedenavond allemaal. Ik zou toch nog eens eventjes ook expliciet het Erasmushuis willen bedanken. Natuurlijk haar directeur, mevrouw Zeewald, en een fantastisch team dat zoveel geduld heeft, zoals Helijn net zei, om mij 2 jaar te laten wachten. En ik heb graag gewacht om hier te mogen een lezing geven. En natuurlijk ook het Davidsfonds, het Willemsfonds en het Mazereelfonds. Wat gaan we doen vanavond? We gaan een hele bijzondere wereld in. We gaan de wereld in van vrouwen eigenlijk, van Margaretha van Oostenrijk, maar niet alleen zij zal aan het woord komen. We gaan ook de wereld in van hoe ooit een wereld veranderde. We gaan echt in die periode van 1480, zou je kunnen stellen, tot de eerste kwart van de 16e eeuw. Dat was een periode die eigenlijk ontzaglijk goed te vergelijken valt met onze tijd. Heel moeilijk te vatten voor hun. Voor de tijdgenoten was het eigenlijk een te complexe tijd, maar het is op zich wel heel mooi om even die spiegel misschien te gebruiken met onze eigen tijd. En dat zou ik u willen vragen, dat u in je achterhoofd houdt. Ik had eigenlijk aanvankelijk een andere titel dan wel De wereld in een kamer, en dat zult u straks wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. En ik had eigenlijk het aanvankelijk De kracht van boeken, beelden en dingen. En dat was misschien wat te vaag. En Ik wou gewoon eventjes een evocatie geven, dat u alvast eventjes uit die wereld treedt waar u nu net vandaan komt, met al die mondmaskers en dergelijke meer. En dat u nu in de wereld komt van 500 jaar geleden, de tijd van Erasmus, want dat was de tijd waar we naartoe gaan. En dan zal ik proberen u heel wat instrumenten aan te reiken, omdat het zo complex is, ook politiek gezien, maar ook in allerlei andere opzichten. En dan gaan we een soort van werkbak maken. En ik ga u een paar thema's aanreiken waarbij u gewoon klaar bent. Hebt u bagage, is dat meegenomen? Hebt u dat niet? Dan hoop ik dat ik die u kan geven. En dan ga ik eigenlijk een verhaal vertellen. En dat is het tweede deel van de avond. Dan weet u een beetje hoe we het gaan opvatten. Aan het hof van Margaretha van Oostenrijk in Mechelen is het een komen en gaan van adviseurs en hovelingen, beeldende kunstenaars en muzici, diplomatieke gezanten, humanisten, priesters en geleerden, vrome vrouwen, koeriers met geschenken en wonderdingen van over de hele wereld. Ook wachters zijn er en kamerdienaars en er zijn ook zelfs engelen. God is overal aanwezig, in elk tastbaar ding, in elk schepsel, in elk beeld. 500 jaar geleden lopen wereld, de tastbare wereld van elke dag, en geloof nog voortdurend in elkaar over. Nu, Margaretha van Oostenrijk, waar we straks beter nog mee kennis zullen maken, beweegt zich op het snijvlak waar middeleeuwen en renaissance elkaar raken. En ook de oude en een nieuwe wereld. Haar paleis vormt eigenlijk een brug in tijd en in ruimte. Tussen allerlei vaak tegenstrijdige mensen wereldbeelden, mentaliteiten en werkelijkheden. En dat blijkt onder meer uit de wijze waarop zij de kunsten promoot en aanwendt als de expressie van persoonlijke, innerlijke drijfveren, maar soms ook voor politieke motieven. En ik ga proberen het straks ook duidelijk te maken hoe dat dan wel ging.
De zeer diverse kunstobjecten en boeken die ze met haar tijd bij elkaar bracht, gunnen ons een blikje op haar persoonlijkheid en de heersende tijdsgeest. En Margarethe van Oostenrijk staat zelfs mee aan de oorsprong van wat we dan later zijn gaan noemen het rariteitenkabinet. Met koralen bijvoorbeeld, of andere wonderen van de wereld. En besloten hofjes en kostbare voorwerpen van overal, van overzeese gebieden, luxegerij en de allereerste schatten uit het pas veroverde Mexico. En dan hebt u zowat in een notendop waar we het vanavond gaan over hebben. Het eerste wat u wel moet weten, want dat is voor die werkbak waar ik van sprak, is dat u een beetje thuis geraakt in die familiebanden, want dat is natuurlijk niet zo evident. Hè. U kent die namen allemaal wel, of u kent die grote categorieën, hè, de Bourgondiërs en de Habsburgers en de Spaanse koningen en dergelijke meer. Maar het is net in die periode waarover we het vandaag gaan hebben, dat die allemaal op een of andere manier familiaal met elkaar verbonden worden via het blauwe bloed. En interessant is om te zien hoe het Bourgondische Rijk eigenlijk ten einde is. Groot Rijk, het rijkste gebied van heel Europa op dat moment, op het einde van de 15e, de vroege 16e eeuw. En hoe het Bourgondische Rijk geen erfgenaam heeft, tenminste van de mannelijke lijn. En hier ziet u de familie van Maximiliaan I van Oostenrijk. En die was gehuwd met de laatste erfgenaam eigenlijk van Bourgondië. En u ziet haar ook, hè, de jonge dame die tegenover hem staat, maar kijkt naar u, naar het publiek. En zij is Maria van Bourgondië. Nu, Maria van Bourgondië die sterft nogal ongelukkig door een ongeval op haar paard. En op een of andere manier in 1482 stelt er zich een zwaar probleem. Ze hebben gelukkig twee kinderen. En zij is een Bourgondische. Hij is, Maximiliaan, de Habsburger bij uitstek. Hij is dan nog op dat moment koning. Hij wordt dan ook keizer, later van het Heilig Roomse Rijk. En ze hebben twee kinderen. Enerzijds Philips de Schone, die u ook ziet, achter zijn moeder. En ook Margarethe van Oostenrijk, die nu niet hier op dit beeld aanwezig is, van Bernard Striegel. Dat is een toenmalige hofkunstenaar van Maximiliaan. Nu, Philips de Schone die huwt met Johanna, die de dochter is van de Spaanse koningen. En de Spaanse koningen die voor het eerst ook Spanje hebben verenigd nadat ze de islam ook uit Spanje hebben helpen verdrijven. En Spanje wordt als het ware echt katholiek, ook de Joodse gemeenschap wordt verstoten. Dat worden dan vooral de Sefardische Joden die zich ook in de diaspora gaan verspreiden over Europa. En de Spaanse koningen, Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilla, nou, die hebben twee kinderen en de ene is Juan en de andere is Juana. Nou, en om zeker te zijn van dat grote rijk dat zou kunnen in het verschiet liggen voor de Habsburgers, zal dan Maximiliaan toch wel aansporen om een huwelijk aan te gaan. Enerzijds is door Philips de Schone met Juana en Margarethe van Oostenrijk met Juan. Maar daarover straks meer. Juana wordt gek. Je kent haar wel, of ze wordt tenminste gek verklaard. La loca, dus de gekke vrouw. En dat doet ze pas, die gekheid zal ze pas tonen, wanneer ook Philips de Schone vrij jong sterft. En ze hebben 6 kinderen. En het eerste is een meisje. En het tweede kind, daar gaan we het straks nog over hebben, is Karel. Karel, die dan ook keizer zal worden, maar eerst koning. Goed. Maximiliaan erft dus Bourgondië, maar Bourgondië, nou, dat is zo nogal een apart geval eigenlijk. En wat doet hij dan? Hij zegt van kijk eens, ik ga een regentschap, want dat werd hem aangeboden, niet zelf opeisen, maar ik geef het aan mijn zoon. 16 jaar was die jongen toen, Philips de Schone. En Philips de Schone huwt dan, u ziet hem hier bovenaan, met dan Juana, met Johanna, ze zijn 16. En hij krijgt het regentschap en hij zal dan dat voeren totdat hij ook sterft in het begin, in 1506 van de 16e eeuw. En dan gaat het over
naar hun zoon, hun eerste zoon. Dat is dan Karel, die u onderaan ziet. Maar die is nog maar 6 jaar. En dus zegt Maximiliaan, nou, dat gaat niet door, dat kan niet, een kind kan dat zomaar niet. Je moet minstens 16 zijn. Blijkbaar was dat toen de leeftijd. En hij geeft dan het regentschap aan de zus van Philips de Schone. Dat wordt dan Margaretha. En Margaretha van Oostenrijk zal dan regentes blijven tot op het einde van haar leven. Ze wordt dan eigenlijk geen regentes, want natuurlijk wordt die jongen ook groter, die Karel. En als hij dan uiteindelijk dan ook koning wordt, in onze gewesten de 5e, in Spanje de 2e, dat is een beetje ingewikkeld, maar zo gaat dat nou eenmaal in de geschiedenis. En uiteindelijk gaat hij dan in 1520, nog maar amper 20 jaar oud, gaat hij dan ook keizer worden van het Heilig Roomse Rijk. En hij zal dan ook aan zijn tante, zoals hij ze zelf noemt, die meer is dan een moeder, want hij zal opgevoed worden niet door zijn moeder Juana la Loca, maar hij zal opgevoed worden door zijn tante, en dat is dan tante Margaretha van Oostenrijk. Nou, u hebt al de protagonisten waar u politiek eventjes moet situeren. Wat is het in die tijd toch wel een beetje ingewikkeld, maar ik hoop dat ik u min of meer duidelijk heb gemaakt hoe die banden zijn. Goed, zij is een weduwe. Zij is 24 en ze is al 2 keer weduwe en ze is al 3 keer getrouwd. Nou, zo ging dat in die tijd. Dat moet ook in uw koffertje, anders raakt u ook niet mee. Adellijk huwen, dat was nogal wat. En u bent misschien ook naar Mechelen geweest vorig jaar, een prachtige tentoonstelling, De Kinderen van de Renaissance. En daar werd eigenlijk letterlijk uit de doeken gedaan, letterlijk ook geschilderde doeken, alhoewel het waren meestal panelen die u daar zag, maar goed, bij wijze van spreken. En Margaretha van Oostenrijk, zoals ik u zeg, is 24 in 1504 en 2 jaar later sterft haar broer. En ze is 3 maal gehuwd, 2 maal weduwe. Nou, hoe zit dat dan? Want dat is natuurlijk iets dat toch ook wel fascineert waarschijnlijk. Nu, Margaretha was uitgehuwelijkd al op haar 3 jaar aan de... Ja, hier ziet u een portretjes enerzijds van Philips en anderzijds van Margaretha. Dat waren toen der tijd de datingbureaus, zou je kunnen zeggen. Dat ging dan niet met volwassenen, maar met kinderen. Als je van adel was, werd je al heel vroeg uitgehuwelijkd. En hoe kon je nou weten hoe een kind, ja, een potentiële huwelijkspartner eruit zag? Dan werden er gewoon weg schilderijen gemaakt. En die schilderijen werden rondgezonden aan alle hoven. En dan werd er gekeken, gekozen, gewikt en gewogen en dergelijke meer. En het was op basis van dit soort schilderijtjes dat men dan besliste om al dan niet een kroonprins of een prinses uit te huwelijken eigenlijk aan een ander kind, want het waren vaak nog kinderen, zoals je ziet. En Philips, die is iets ouder. En Margaretha is 3 jaar. En nog voor haar 3 jaar wordt ze uitgehuwelijkd aan de nieuwe kroonprins, de nieuwe potentiële koning van Frankrijk. En die is wel wat ouder. Die is 12. Die vindt dat maar niks met zo'n kleine peuter eigenlijk gehuwd te zijn. Dat is nog met de handschoen, zoals het heet. Dat wil gewoon heel beleefd zeggen dat je dan nog even moet wachten vooraleer je het huwelijk kan consumeren. Hè. Dat is nogal evident. En zij gaat ook naar het hof in Frankrijk. En daar gaat zij een heel goede opvoeding krijgen, want ze zal waarschijnlijk de nieuwe koningin worden. Maar ja, dat gaat toch allemaal niet zo door zoals het was gepland. En ze is dan al een heel eind ouder. Ze is dan echt een tiener. En hij wijst haar af. En hij gaat kiezen voor Anna van Bretagne. En uiteindelijk is dat ook in die hele politieke, zou ik bijna zeggen, gesjoemel van die tijd. Hè. Dat hele gezoek van wie past bij wie, om welke reden van politieke aard. En uiteindelijk gaat zij moeten terugkeren. En ze keert terug en ze gaat dan 6 jaar bij haar stiefoma, daar gaan we het straks nog over hebben, Margaretha van York, leven in Mechelen. En daar gaat ze dan haar opvoeding verder krijgen. En daar gaat ze dan ook voorbereid worden op een tweede huwelijk, in de lijn van haar broer, namelijk Philips de Schone, gaat zij dan ook als 17-jarig meisje naar Spanje. En ze gaan dan uiteindelijk dan daar naartoe. Ze gaan aan het hofleven van de Spaanse koningen, die ik zei, Isabella en Ferdinand. En daar gaat zij dan huwen met Juan. Dat is een vrij goed huwelijk, blijkbaar.
En het is eigenlijk wel een boeiende tijd, daar ga ik straks nog iets wat meer over zeggen, want ze gaat ook allerlei interessante mensen leren kennen. Voor leer ik dat toe, ga ik er nog een paar beelden laten zien, misschien is dat niet onaardig. Je ziet hier bovenaan de kleine Margaretha. En toen ik destijds de tentoonstelling maakte in Mechelen, was het eerste beeld dat ik wou, want ik kreeg dat kleine beeldje niet van Margaretha, dat dan uiteindelijk dan toch in Mechelen geraakt is vorig jaar, gelukkig zou ik zeggen. En ik heb dan gewoon het meisje met de dode vogel genomen als begin van de tentoonstelling. Dat is zo heel emblematisch. Een kind dat eigenlijk al zichzelf herkent in het dode vogeltje dat ze vindt. Het is een anoniem werk, waarschijnlijk uit een familieportret. U kan het gaan bekijken als u naar Brussel gaat in het Museum voor Schone Kunst. Het is een prachtig dingetje, een klein dingetje. En eigenlijk was Margaretha toen ze terugkeerde naar Mechelen, eigenlijk dat kindje dat eigenlijk al teleurgesteld was voor leer het leven nog maar begon. Het eerste huwelijk. Het tweede huwelijk is dus met Juan. En zij is ongeveer zo oud als u dat ziet bovenaan, hè, op het beeld. En interessant is dat ze, als ze aankomt aan het hof van de Spaanse koningen, is eigenlijk Columbus, die u in het grote portret ziet, net terug van zijn tweede reis van de Amerika's, terwijl hij zelf dat nooit zo heeft geïnterpreteerd, zoals u weet. Hij ging naar de Indiën. Vandaar ook het woordje Indiaan natuurlijk. Hè. Onze fouten zullen wij nooit rechtzetten. Wij houden die fouten nogal in het stand. We noemen de mensen daar, als ze autochtoon zijn, nog altijd Indianen. Nou, ook dit keer, en dan haal ik dat uit het verslag, toen zijn tweede boot binnenkwam in Sevilla, had hij een schat aan vogels en planten en bomen en maskers en vooral goud ook mee. En aan het Spaanse hof doet hij natuurlijk verslag van zijn expedities. En zelf is hij natuurlijk nog altijd van mening, ook na die tweede reis, dat hij in de buurt van Japan is terechtgekomen. En het eiland waarop hij zit noemt hij dan maar Hispaniola, de huidige Dominicaanse Republiek in Haiti. En hij heeft daar ook de stad Isabella, natuurlijk in opdracht van de katholieke koningen, gesticht. En zoals ik u net zei, nog maar pas was Spanje van de Moren bevrijd, zoals men zei, of op de Moren heroverd. En de laatste Joodse gemeenschappen waren nog maar net verdwenen. En op dat moment ontdekt men als het ware Amerika. 17 is ze dus, Margaretha. Wanneer ze dan in 1497, een jaar later, naar Spanje afreist. En ze is 2 jaar tevoren al gehuwd met de infante, dus met de kroonprins Juan, met de handschoen natuurlijk ook nog. En omdat ze nu het huwelijk zal mogen consumeren, is ze naar Spanje gegaan. Het is het jonge paar heel kort geluk beschoren, want amper een half jaar later, na haar aankomst, overlijdt Juan aan een koortsaanval. En is ze de eerste keer weduwe. Maar kort daarop bevalt ze van een dochtertje, maar dat blijkt niet levensvatbaar te zijn. En ze verblijft nog een tijdje aan het Spaanse hof, wanneer ook Columbus, dat maakt ze allemaal mee, zijn nieuwe tocht voorbereidt en in april 1498 voor een derde keer vertrekt. En hij zou nog eens een keertje later vertrekken en dan de vierde keer, dat is zijn laatste tocht, naar de Amerika's, naar de Indiën. Goed. U weet dat er dan ook een strijd losbarst tussen de Spanjaarden en de Portugezen. De Portugezen krijgen eigenlijk de ene helft van de Atlantische Oceaan en mogen dan via Afrika proberen een doortocht te vinden naar China. Want dat was ook de bedoeling van Columbus. En Columbus, die dan in opdracht van de Spaanse koningen, die hadden de andere helft van de Atlantische Oceaan, die mocht dan wel de andere route nemen. En de westelijke route, zoals het dan heet. En hij ging dan inderdaad de Atlantische Oceaan oversteken. Goed. Ze moet dus terug naar huis. En dat doet ze ook, maar ondertussen is er wel wat gebeurd. Namelijk, ze leeft dus bij haar tante, bij haar stiefgrootmoeder, Margaretha van York in Mechelen, als ze dan terugkeert. Maar
ze krijgt ook een bruidsschat mee. Heel veel goud en heel veel zilver. Waarschijnlijk gedeeltelijk afkomstig al van Amerika, vanuit de schatten van Columbus die hij meeneemt. En haar broer, Philips de Schone, is dan ook al aan de macht. Hij is dan ondertussen regent van de Bourgondische Nederlanden. En net zoals zij dus ook gehuwd met dan Juana. En op 24 februari 1500 wordt in Gent, zoals u weet, hun eerste zoon Karel geboren. En zij treedt op als meter. En zij mag het prinsenkind ten doop houden. En een jaar later vindt ze dan, want de markt wordt steeds kleiner, hoe jonger je bent, hoe meer je waard bent in die tijd om uitgehuwelijkd te worden. Zij is eigenlijk al een te oud iemand. En zij moet dus in de, ja, sorry dat ik het zeg, in de tweede keuzemarkt gaan kijken. En dat vindt ze toch ook iemand, namelijk geen onaardige keuze, namelijk Philibert van Savoie of van Savoie, als je dat zo'n mooi oud-Nederlands woord mag gebruiken. En ook dat is eigenlijk een vrij goed huwelijk. Philibert, dat is eigenlijk een levensgenieter. Die interesseert zich geen fluit aan macht of aan het opnemen van verantwoordelijkheid. Maar zij doet dat wel in zijn naam. Zij kan dat blijkbaar. En in Savoie of in Savoie waren er ook nogal wat bastaardkinderen en dergelijke meer van de toenmalige machthebber. En zij probeert op allerlei manieren haar man te beschermen en zij slaagt er ook in. En ook daar zal een kort leven maar zijn van dat huwelijk. Het blijft kinderloos. Ze is in 1501 gehuwd en 3 jaar later sterft ook Philibert. En ze is dan 24. Tweede keer weduwe. En wanneer dan ook in 1506 haar broer, Philips de Schone, sterft, keert ze vergoed terug naar Mechelen. En ze zal van daaruit, in naam van haar broer dan, u hebt het net gehoord, omdat haar vader het gevraagd heeft, Maximiliaan, de Nederlanden gaan besturen als regentes aanvankelijk. En ze gaat zich ook met de opvoeding van haar nichtjes en haar neef bezighouden. En de 4 kinderen van de 6 zullen bij de tante groot worden. En ze zal hen ook echt klaarstomen om echt kinderen te worden die het ook ver gaan schoppen, hopelijk, op de Europese huwelijksmarkt. Margaretha die zegt, en ik ben even kort door de bocht, en dat zeg ik omdat er een andere vrouw is die ik ook goed ken, die toevallig in Mexico ooit geboren is en die een van de eerste schrijfsters was in de Amerika's en die een non geworden is en die schrijft het volgende. Ik ben non geworden omdat ik de kerker van het huwelijk wilde vermijden. Dat is wel een straffe uitspraak. Dat is niet het geval geweest bij Margaretha. Maar Margaretha zegt, ik heb er eigenlijk wel schoon genoeg van. Al 3 keer getrouwd, 2 keer weduwe, ik ben nog maar 24. En zij speelt het spel ongelooflijk slim. En ze zegt, als ik weduwe blijf, kan ik ook een rol spelen. Waar mannen normaal gezien aan de macht zijn. En dat zal ze ook echt met verve doen. Margaretha van Oostenrijk gaat haar rol... Dat is een hele bijzondere rol. We zouden dan vandaag zeggen, zoals bijvoorbeeld sommige mensen vandaag zeggen, we zijn niet man of vrouw, we willen een andere positie. Dat is een beetje dezelfde. Maar zij zegt, ik ga weduwe blijven en ik ga dat in mijn promotie ook ten volle gebruiken. En ze heeft een hele goede schilder, Barend van Orlé. En die gaat haar heel de tijd ook schilderen als de weduwe. Ze is ook ongevaarlijk, want zij kan haar kinderen niet meer enzovoort. De kerk heeft er ook een heel lange traditie in. Dat de zogenaamde, er zijn geen officiële kinderen, niet kunnen de macht overnemen. Je ziet hoe dat werkt. Dat is een goede basis voor bepaalde machtsinstrumenten om met kinderlozen macht te proberen uit te bouwen. Maar die wereld is in verandering en dat voelt ze wel. Zij is van nature nogal conservatief. Dat gaan we nog wel zien. Maar op een of andere manier weet ze toch... in die veranderende wereld haar positie zeer goed in te nemen. En we gaan eventjes naar de Elzas. Daar is ze eigenlijk vandaan gekomen, want Savoie, dat had ook een stuk van de Elzas toen, rond in de buurt van Straatsburg.
En vanuit een klooster in Straatsburg gaan we zo dadelijk eventjes naar Amerika. En dan gaan we naar een rijk waar de zon nooit ondergaat. En ik ga proberen eventjes ook in de notendop, dat is het derde deel in uw bagage die ik u wil aanreiken van voor leren we aan ons verhaal beginnen, even iets vertellen over die wereld in verandering. We hebben haar nog eens een keertje, Margaretha. Heel even mijn notas bekijken. Het is een tijd van snelle en ingrijpende veranderingen. En ik geef u een aantal dingen, maar dan ziet u, het is bedwelmend als ik er nog maar enkele opnoem. Het Byzantijnse Rijk, 1450, 1451, is in het midden dus van de 15e eeuw door de Ottomanen onder de voet gelopen. Dus dat christelijke Byzantijnse Rijk wordt Turks. En terwijl dan in Spanje de Moren zijn buitengezet, komen ze via de andere kant weer binnen in Europa. Het is altijd in Europa een grote een angst geweest tot vandaag de dag, zoals u weet. Nu, in West-Europa evolueert alles stilletjes aan meer en meer naar een soort van gecentraliseerd machtssysteem. Als u gewoon maar bekijkt, in Engeland krijgt u Edward de VIII, hè? U hebt ook in Frankrijk Frans de Eerste en dan natuurlijk ook dan in het Heilig Roomse Rijk straks ook Karel. Hè? Karel die dan keizer zal worden. Nu, overal groeit dus dat vorstelijk gezag. En tegelijkertijd, en dat is typisch voor die tijd, begint ook de stedelijke eigenheid, de stedelijk zelfbewustzijn te groeien. En die steden die wringen heel de tijd maar tegen die vorst die probeert centrale macht te krijgen. De rijkdom en de artistieke bedrijvigheid van de lage landen en in Noord-Italië, nou, die zijn spraakmakend. En het is het begin dus van die renaissance. Papier bijvoorbeeld, dat is ook 1450 en even later. Boekdruk, het begin ervan. En de prentkunst, nou, die bieden ook aan machthebbers, maar ook natuurlijk aan de opkomende humanisten, het humanistisch mens- en wereldbeeld, op een of andere manier een manier om kennis, een medium, om kennis, om ideeën, maar ook om beelden, goedkoop en in grote oplagen te verspreiden. En vooral de geletterde lekencultuur in de steden gaan daar enorm van gebruik maken. Nu, in dat opkomende humanistische mens- en wereldbeeld zou je kunnen zeggen, en Erasmus is daar het mooie voorbeeld van, komt de mens stilletjes aan naast God te staan. En meestal zijn we nog wel, we zijn geschapen natuurlijk door God, maar dat ging zo, hè, van ja, God en ik. Dat was in die tijd het begin van dat idee. Nou, kunst, eigenlijk een superlatief van een werkwoord, kunnen, kunner, kunst, ja, dat kan niet, maar dat kan wel, want het is kunst. Nou, op een of andere manier is kunst het begrip dat ook ontstaat. Dat wordt geëikt in die tijd. Dat is het begin van die renaissance-gedachte. We weten ook wie de kunstenaars zijn. Nou, en kunst wordt een superlatief van menselijk kunnen. Zoals ook wetenschap. Voortaan alle kennis van hemel en aarde op een inzichtelijke manier wil gaan ordenen en verspreiden. En zoals ik al daarnet zei, de klassieke cultuur wordt herontdekt en erop genomen. En in die lange periode tussen de eigen tijd waarin men dan leefde, om en bij 1500, en de antieke oudheid die men herontdekte, nou, men zal dat dan in die tijd gaan noemen de eeuwen daartussen, de middeleeuwen. Dat woord hebben we nog altijd. En op het moment dat Amerika wordt ontdekt, dat is ook allemaal in die periode, en verovert dan uiteindelijk, broedt er op dat moment in Europa een godsdienstoorlog met hoofdfiguren zoals Martin Luther, Calvijn, Erasmus en Ignatius van Loyola. En daar ging vooral heel veel belangen naar uit. De hervormers
die prediken een ander christendom dan de paus in Rome. En ook in de Nederlanden is die politieke en maatschappelijke situatie erg scherp en die wordt erg goed gevoeld. En het voordeel is, en daar gaan we vandaag zo dadelijk in ons verhaal verder in, dat het leven van Margarethe van Oostenrijk een unieke mogelijkheid biedt om door te dringen tot die heersende mentaliteit en de leefomstandigheden zo'n 500 jaar geleden. Dus zoals ik al in mijn inleiding zei, haar persoonlijkheid, maar ook haar entourage, zowel mensen rondom haar, maar ook de fysieke entourage, die weerspiegelen duidelijk die complexiteit van die oude en die nieuwe wereld in beweging. Of zou ik kunnen zeggen hoe de vrouw, waarover we het zo dadelijk gaan hebben ook, door de ontdekking van Amerika, haar eigen visie op de mens en op de wereld heeft moeten bijstellen in haar leven. En we gaan een poging doen om ons een beetje in te leven. Goed. Dat is haar promotieportret. Margarethe van Oostenrijk. Toen dan Philibert stierf, dan was er in een klooster ergens in de Elzas, want dat had ik u beloofd, een monnik die nooit uit dat klooster is geweest, maar die wel cartograaf was, helemaal in die nieuwe tijdsgeest. En die cartograaf die gaat alle materialen die hij vindt, gaat hij samenbrengen. En als er dan tot dan maar drie continenten waren, namelijk Europa, daar gaan we het nog over hebben straks, Azië en Afrika, want dat kenden we al lang, werd er voor het allereerst door Waldseemüller, zoals de cartograaf heet, in 1507, in opdracht van de opvolger van Philibert, dat was een halfbroer van Philibert, René de Tweede, een kaart gemaakt. En omdat hij dat vierde continent niet echt goed wist wat hij er moest mee doen, nou, dan heeft hij dat continent dan maar genoemd op basis van de bronnen die hij had, Amerika. En hij kan dat op een of andere manier ook staven. En er wordt ook een hele publicatie bij gevoegd. Hij noemt dat het vierde aarddeel, genoemd naar Amerigo Vespucci. En dan zegt hij zelf, en ik citeer hem, sinds hij het ontdekt heeft. Amerigo Vespucci heeft helemaal Amerika niet ontdekt. Maar goed, zo gaat dat. En dat is foutief en dat heeft hij ook wel door. In de volgende editie van diezelfde kaarten die u hier ziet, gaat hij dat recht proberen te zetten en dan zegt hij, ja, dat is terra incognita, dat kennen we nog niet. Maar ja, sindsdien, onze fouten gaan we nooit rechtzetten, noemen we dat nog altijd Amerika. Hoe komt dat nu dat die Amerika, dat is Waldseemüller, ja, zonder dat hij het zelf wou, zo'n fout geweest. Nou, hij heeft brieven die gepubliceerd zijn, ah ja, via boekdruk. En die boekdruk, enorme oplagen, onder andere in Antwerpen gedrukt. En u weet wie daar aan het drukken is, welke familie. Nou, en die heeft zoveel succes omdat er eigenlijk een soort van sensatiebrieven zijn die grotendeels vervalst zijn, maar ook grotendeels wel teruggaan op een authentieke bron. En hij is twee keer toch wel in de buurt geweest, Amerigo Vespucci van Amerika. De eerste keer in opdracht van de Spanjaarden en even later dan in opdracht van de Portugezen, terwijl hij zelf een Italiaan was. En die Italiaanse zeevaarder die schrijft brieven die zo graag gelezen worden. Dat gaat over koppensnellers en dat soort dingen. Dat vinden mensen leuk om dat te lezen. Dat is vandaag nog altijd zo. Hoe gruwelijker, hoe beter. U ziet het in zo'n illustratie van die tijd. Nou, en dat boek heeft enorm veel succes. En dat wordt op een of andere manier dan de reden waarom hij dat heeft gebruikt, Waldseemüller. Hij zou dan zogezegd ook de eerste zijn geweest die zegt het wordt een nieuwe wereld. Hè? Mundus novus, dat is dan Amerika. Nu dat het allemaal niet zo is, dat ga ik u ook trachten nog straks duidelijk te maken. Maar goed, het is geschied en we noemen nog altijd het continent Amerika. Tot dan hadden we vooral niet gedrukte boeken. En zoals ik al in mijn inleiding zei, het was vooral God waar het om ging. En de meeste van de boeken die ofwel
nog werden met hand geschreven. Dat was nog de norm in die tijd. Dat waren de luxe boeken, zou je kunnen zeggen. Er waren maar één exemplaar per boek. Hè. Nou, die boeken die kwamen dan in de grote bibliotheken, zoals de bibliotheek van Margarethe van Oostenrijk, terecht. En de andere boeken van de nieuwe tijd, nou, die werden dan gedrukt. Die waren even duur, hoor, want het was in het begin ook niet zo'n goedkope edities. Dat was ook een hele klus om dat allemaal met kleine lettertjes gezet te krijgen enzovoort. Maar dus de handgeschreven boeken, zoals hier een prachtig exemplaar van de 13e-eeuwse auteur Thomas van Cantimpré. Dat gaat over de natuurlijke dingen, een beetje zoals Lucretius dat gedaan had in de oudheid. En als u een beetje goed kijkt in die kleine figuurtjes, nou, als je het over de wereld had die buiten de grenzen die men bekend vond, had, dan ging men gek, ging men al snel, bijvoorbeeld, je had cyclopen, hè, dat zie je bijvoorbeeld wel. Hè. Als je richting oosten ging, moest je goed uitkijken en dergelijke meer. En dit was een boek van Margarethe van Oostenrijk uit haar bibliotheek. En het was vooral dat mensenwereldbeeld dat op dat moment nog dominant was. Ook voor Margarethe aanvankelijk. Het was ook dat soort verhalen die ook Marco Polo had verteld toen hij naar het oosten ging en die dan zogezegd een weg gezocht heeft naar Katai, zoals hij het noemt, naar China, waar men dan ook in de tijd van Columbus en ook zijn nazaten op zoek naar was. Goed, het oude mensenwereldbeeld, dat is nog in een manuscript. Het nieuwe mensenwereldbeeld, dat gaat via een gedrukt boek. Dat is ook interessant, allemaal in die tijd. En als ik dan zei Marco Polo, dan kan ik eigenlijk zeggen dat, en dat is ook zo, Columbus, toen hij de oversteek maakte, dan had hij een boek om te lezen, want dat is natuurlijk op zo'n karveel kun je wel eens af en toe ook vervelen, natuurlijk. En Columbus die las Marco Polo, want dat was zijn bron. Hij was iemand nog vanuit de middeleeuwse manier van denken. Terwijl Hernán Cortés, waar we het zo dadelijk gaan over hebben, nou, wat ik nu zeg is niet waar, want het is een de tijd klopt niet helemaal, maar ik geef het maar als beeldspraak, dan begrijpt u wat ik bedoel. Hernán Cortés had helemaal niet Marco Polo mee, die had gewoon Machiavelli mee. Dat is ook in die tijd geschreven. Weliswaar een beetje later, maar bij wijze van spreken. En hij had eigenlijk een managementboek mee, terwijl die ander nog een sprookjesboek mee had. Dat kun je zo een beetje vergelijken. En Hernán Cortés, daar gaan we het zo dadelijk over hebben, die zal dan als het ware de eerste echte veroveraar worden, terwijl dat niet echt de houding was van Columbus aanvankelijk. Het was vooral vanuit een handelsgeest dat Columbus naar de andere zijde van de oceaan ging. Maar vooraleer we dat doen, gaan we nog eventjes ook, en dat is een kluwe van data, maar dan moet u eens eventjes toch goed meevolgen, want het is een fascinerend gegeven, gaan we nog heel eventjes naar Magellaan. U moet zich een beetje in de tijd terugzetten. Ik had het er net eigenlijk over die periode 1450-1500. Nou, we zijn al 1520. Margarethe van Oostenrijk is al 40. Hè. Dat is misschien goed dat u ook een beetje die situering kent. En op dat moment gaat Magellaan in dienst van de Spaanse koningen ook. Het is een Portugees weliswaar, maar goed. En hij gaat de oversteek maken, net zoals Columbus dat deed, maar hij gaat via de kust van Brazilië en zo verder zuidwaarts. En hij zal dan op 21 oktober 1520 onder de landmassa door, via de straat van Magellaan, zoals die er nog vandaag heet, tussen Vuurland en eigenlijk Antarctica, gaat hij doorvaren en hij gaat de eerste keer een doorvaart maken van de Atlantische naar de Stille Oceaan. Een klein detail, hij doet het op 21 oktober 1520 en de dag erop wordt de jonge Karel tot keizer gekroond in Aken van het Heilige Roomse Rijk. Nou, dat wisten ze natuurlijk niet van elkaar, maar het is fascinerend als u die, toen de tentoonstelling maakte, dan zet ik al die data naast elkaar en dan begon ik van alles te zien wat je meestal niet samen hoort. Want dat is de meest indrukwekkende tijd om te zien hoe al die dingen op een subtiele manier los van elkaar gebeurden. En dan ziet u hier met zijn hond Karel, die dan geen koning meer is. Koning Karel II in Spanje, koning Karel V
in de Nederlanden, maar hij is dan ondertussen 20 jaar oud en hij wordt keizer. En Magellaan die gaat verder reizen en dan uiteindelijk gaat hij ook naar de Maleisische, naar de specerijenwereld. En ja, daar gaat hij dan tragisch om het leven komen. En een paar schepen blijven over, die hebben nogal wat meegemaakt natuurlijk, want dat was voor de eerste keer. En uiteindelijk zal in de late zomer van 1522, dus 2 jaar later, nadat hij dan onder Amerika was doorgevaren, komt dan het schip de Victoria aan in Sanlúcar de Barrameda. En het is de eerste keer dat iemand een wereldreis heeft gemaakt. En interessant is toch dat hij ook wel een aantal dingen mee heeft, onder andere een paar paradijsvogels, daarover straks meer. En het mysterie dus van een mogelijke doorgang naar Zuidoost-Azië is opgelost via de westelijke route. Dat is weliswaar een enorme omweg, maar goed, het kan. En Karel, keizer Karel, er staat niets meer het mogelijk in beslag nemen van heel dat gebied dat er nog te veroveren en te ontdekken valt in de weg. En hij zal dan vanaf het moment dat hij keizer wordt een rijk mogen beginnen besturen waar de zon nooit ondergaat. En de man die hem er eigenlijk bij geholpen heeft is een muiter. Is iemand die eigenlijk gewoon zijn goesting deed en zei van het kan mij geen barst schelen wat de ambtenarij zegt, wat de koning zegt, wat dan de keizer zegt. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En Hernán Cortés, een kleine hidalgo, een kleine ridder van Estramadura, nou, die gaat helemaal op eigen houtje met 40 krijgers en een paar schepen, gaat hij naar het vasteland van wat dan vandaag Mexico heet. En hij gaat daar ook in diezelfde periode voet aan wal zetten. Het is 21 april 1519. Hij landt nabij Veracruz. Dat is de naam die hij gegeven heeft. En daar plant hij het ware kruis, Veracruz. Nog altijd een van de grootste havens van Mexico aan de Atlantische Oceaan. Zo'n 300 kilometer ten oosten van Tenochtitlan, de hoofdstad van de mensen die zichzelf de Mexica noemden. Vandaar het woordje Mexico, Mexico. En even tevoren hebben de hoge priesters van de zonnetempel aan de Azteekse vorst Moctezuma de terugkeer van de legendarische godheid-held Quetzalcoatl voorspeld. En ze hadden gezegd, nou, zijn huid zal blank zijn en zijn gezicht zal een baard hebben. Indianen hebben haast geen baard. Dus het was iets bijzonders. Nou, in het teken van de morgenster Venus, dat was de Quetzalcoatlster, zal hij nieuwe bloeiperioden inluiden, hadden ze gezegd. Maar het zal ook een einde zijn aan het rijk van de Mexica, van de Azteken. En nadat in de hoofdstad, want ze hadden gehoord dat er zo iemand was toegekomen, en die had, waren ook heel bijzondere wezens, blijkbaar op 4 poten, en die waren dan van huid werd het glinsterend. Dat waren gewoonweg mannen op paarden, maar ze hadden nog nooit paarden gezien. Er waren geen paarden in Amerika. Nou, en dat waren ervaringen, want men dacht het zijn goden die komen. Nou, Hernán Cortés gedraagt zich als een beest. En toen hadden ze wel door dat het mensen waren. Nadat in de hoofdstad alles in gereedheid was gebracht, vertrok een koninklijke delegatie kustwaarts met een vrachtgeschenken om de god Quetzalcoatl waardig te ontvangen. Nou ja, het loopt wel anders. En Hernán Cortés vertrouwt het zaakje niet. Hij had wel Machiavelli gelezen. Hij wist hoe hij ook contacten moest leggen. Dat is een lang verhaal dat ik nu niet uit de doeken kan doen. Dat is een andere lezing. Hij had ook een vrouw weten. Onderweg moesten ze af en toe bevoorrading doen, vooral van water in Yucatán. Hè. En dan gingen ze zo door tot Veracruz. En die vrouw, dat wordt zijn minares, dat blijkt een Azteekse prinses te zijn die ook Maya spreekt, Mayaans. En dan heeft hij ook ondertussen nog ergens anders ook nog een schipbreukeling, een priester, die was ooit eens daarachter gebleven en die was dan opgenomen bij de Mayanen. En hij had dus een Mayaan, een tolk Mayaans, namelijk die priester, die sprak Spaans Maya, Mayaans.
Dan had hij een tolk Mayaans-Azteeks, dat was zijn minnares, La Malinche. En zo had hij eigenlijk tolken om te begrijpen waar natuurlijk de Indianen, de Azteken, geen... Ja, zij begrepen niks. Voor hen waren wij uit de hemel gevallen, wij waren marsmannetjes. Nu goed, Hernán Cortés zet het op een veroveringstocht. En de stad die hij zelf beschrijft, want dat is toch ook wel heel mooi... De stad die de grootste stad was toen van de hele wereld, namelijk zo'n 200.000 inwoners, Tenochtitlan, nou, in de Vallei van Mexico. En hij beschrijft het als volgt wanneer hij er naartoe gaat dan 2 jaar later. Deze stad is zo groot en zo mooi dat ik haar onmogelijk kan beschrijven. En het weinige dat ik erover kan zeggen is ongelooflijk. Want zij is groter dan Granada. Ze is beter versterkt. Er zijn meer huizen hier, meer gebouwen, meer mensen. En alle andere ooggetuigenverslagen die we hebben, en we hebben er nogal wat, tot en met Bartolomé de las Casas, die dan de mensenrechten heeft, bij wijze van spreken, mee gegrondvest als idee, ook naar aanleiding van Amerika, ontdekking. Nou, iedereen zegt ongeveer hetzelfde. Het was een ongelooflijk prachtige stad. En zij noemde zichzelf de navel van de wereld, zoals je ook hier ziet uit de Codex van Mendoza, die dan door de Azteekse adel gemaakt is, een beetje om te vertellen hoe hun stichtingsverhaal was. En dan ziet u ook dat zij ook hun schrift hadden en dergelijke meer. En Tenochtitlan zal dan door Cortés worden veroverd. Nadat hij, toen hij pas was geland... in Veracruz, 1519, alle schatten die hij had gekregen als geschenken, had doorgezonden meteen naar keizer Karel. En dan zegt hij tegen keizer Karel, nou ja, u bent geen echte Spanjaard, we kunnen waarschijnlijk wel wat regelen. Ja, het was een Vlaming, hè, en dat ging inderdaad wel. En de muiter, Hernán Cortés, die wordt terug in ere hersteld. Dat ging niet zo makkelijk, hoor. Maar goed, ik zeg het maar even kort door de bocht. En uiteindelijk zal Hernán Cortés, zal het nooit tot de hoogste regionen, want dat was niet te vertrouwen, kunnen opklimmen, maar keizer Karel neemt het aanbod aan. Hij ontvangt de geschenken, daarover zo dadelijk nog meer. En op een of andere manier gaat hij dus zijn tocht kunnen verder zetten. En dat doet hij dan aanvankelijk nog op eigen houtje. Maar hij wou dus de nieuwe keizer eigenlijk al paaien. En het is ook gelukt. En hij vertrekt dus en 2 jaar later, in 1521... zal het sprookjesachtige Tenochtitlan, te midden van het meer van Texcoco, vernietigd worden door Hernán Cortés. Op de puinen zal een nieuwe hoofdstad en een bisschopszetel worden gesticht en het zal Mexico's stad worden. En de kolonie heet niet meer Mexica, maar Nieuw Spanje. Goed. Ik hoef u het verhaal niet te vertellen van wat er dan gebeurd is. Dat is een van de eerste kruisen die werden geplant. Veracruz, zoals ik u zei. Bovendien is het ook wel een klein kort verhaal, maar er is iemand die mij enorm fascineert en waar ik nog wel iets mee wil doen in de toekomst. Namelijk, er was mogelijk een halfbroer van keizer Karel, maar dat is geen halfbroer waarschijnlijk geweest, maar wel iemand uit de buurt van het Gerardsbergse die dan in... op zijn 40ste, het was een hoveling eigenlijk aan het Spaanse hof. En hij neemt afstand van het Spaanse hof en op zijn 40ste gaat hij in het klooster, een Franciscaan, in Gent. En hij heet Pieter. En in Mexico kent iedereen hem, maar u kent hem waarschijnlijk niet, of toch niet iedereen van u. Want hij is hier niet bekend, maar Pedro de Gante, zoals hij genoemd wordt in het Spaans... Nou, dat zal de eerste grote beschermer worden, samen met Bartolomé de las Casas van de Indianen. En Pieter van Gent, die tot een stuk in de 90 wordt, 94 is die man geworden, heeft dus geprobeerd om een brug te slaan tussen die gruwel van de verovering en de mensen die veroverd werden. En hij heeft meegepleit, ook al werden ze niet vermeld, de Indianen, in de Bijbel, dat ze, net zoals Bartolomé de las Casas gedaan heeft, om ze toch alle rechten te gunnen die een mens mag hebben. En hij laat ook een school oprichten, want hij weet dat ze zich niet meer kunnen anders. En hij gaat hen artistieke expressie promoten, zoals hier te zien is ook in een
Tekitki, zoals het heet, een vedermozaïek. De techniek is echt Indiaans, Azteeks. Maar de iconografie, de boeken die werden meegenomen, die gedrukt waren in Antwerpen, die werden dan getoond en de Indianen maakten dan in hun traditionele techniek met veertjes, allemaal veertjes, een textiel van de heilige mis van de heilige Gregorius. Dat is net na de verovering gemaakt, ergens in de jaren 30. Toch wel interessant. Het is een prachtig stuk dat u hier ook ziet. Pieter van Gent, Pedro de Gante. Eventjes tussendoor, ik smokkel hem altijd binnen als ik mag ergens. En dat is nu vandaag ook zo. Oké. We hebben al 3 keer iets in onze rugzak gestoken. Het mag niet te zwaar worden, maar ik moet er nog iets vertellen. En dan gaan we er echt aan beginnen. Over de vierde component, namelijk M&M in M. En dan nog eens een keer een M, dat is Moctezuma, dat is voor straks. Wie zijn die twee M&M? M&M, dat zijn Margaretha van York. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Iets maar kort gezegd. En Margaretha van Oostenrijk. En ze, waar wonen die? Die wonen in Mechelen. Ja, dat is dan die derde M. Dat zijn al 3 vrouwelijk. Ja. Dat is toch ook wel interessant om dat ook even te vermelden. Margaretha van York is toch wel een belangrijke figuur geweest voor Margaretha van Oostenrijk. Namelijk, zij was gehuwd met eigenlijk de laatste mannelijke in de lijn van de erfgenamen, namelijk Karel de Stoute. En Karel de Stoute nogal, de naam zegt het wel, een vechtersbaas. Nou, die gaat dan uiteindelijk ook overlijden in een gevecht tegen de Zwitsers, tegen de Helvetiërs. Hè. En hij zal het onderspit moeten delven in 1477. En Margaretha van York, de laatste vrouw in lijn, maar ze hebben geen kinderen. En Karel de Stout heeft dus geen kinderen van mannelijke, in de mannelijke lijn. En Margaretha van York gaat als weduwe zich terugtrekken in Mechelen. Dat is ook een lang verhaal waarom er in Mechelen moet, maar dat heeft ook te maken met erfenisrechten. Daar is ook de Hoge Raad gevestigd en dat is tot vandaag de dag nog een heel belangrijke plek. Het is ook niet toevallig dat het aartsbisdom in Mechelen is en zo. Dat heeft er ook allemaal mee te maken. En Margaretha van York gaat dan een huis kopen, een villa kopen, een residentie kopen, van de voormalige aartsbisschop van Cambrai. Dat is ook nog een leuk verhaal eigenlijk. De aartsbisschop van Cambrai, toen waren wij in onze Nederlanden een deel van dat aartsbisdom. Nou, de aartsbisschop van Cambrai die verkoopt dat aan Margaretha van York en ze gaat daar resideren dus. En toen die aartsbisschop stierf, dan moet er gezegd worden dat hij een zeer goede vader was. Want alle 42 kinderen waren aanwezig bij de uitvaart. Nou, dat is dan in die tijd kon dat nog. Ik wil maar zeggen, dat is een andere. We zitten nog niet in die tijd van de inquisitie van daarna. Hè. Er is nog niet een contra-reformatie en dergelijke meer. Het is allemaal hè, wat het is. Margaretha van York dus, die stiefgrootmoeder was van Margaretha van Oostenrijk. En Margaretha van Oostenrijk, als ze dan terugkeert uit Frankrijk, gaat daar dan 6 jaar ook eigenlijk in de kweek hè, bij haar. Want ze leert de trucjes van hoe blijf je als vrouw overeind. Ah ja, ik ben een weduwe en ik weet waarom. Ik ga er onthouden. Bedankt, grootmoeder. En ze weet dus, ze heeft dus heel wat geleerd van Margaretha van York. En Margaretha van York zal trouwens de laatste 6 jaar... dit is nog echt een, zou je kunnen zeggen, een traditionele residentie. Maar Margaretha van Oostenrijk gaat aan de overzijde een nieuwe residentie laten bouwen. Helemaal in de nieuwe lijn van de Renaissance. Wat nu vandaag, zoals u weet, nog altijd het gerechtshof is. Hè? Dus de plek waar ook het gerecht, als het ware, nog altijd een plek heeft. Dat is nog vanuit die tijd, niet op die plaats. Maar het is dan het voormalige Hof van Savoie, genoemd naar haar laatste echtgenoot, namelijk Philibert van Savoie. En zoals u ziet, dat is geen indrukwekkend hof. In Brussel bestond er al een Bourgondisch hof. Dat was echt op de Koudenberg een indrukwekkend hof. Maar we zitten nog niet in de tijd van die absolute vorsten met à la Versailles en dat soort dingen. Dat is allemaal veel later. En het was eigenlijk nogal een beperkte ruimte. Het was een hele feminine wereld.
En zij kiest dus om niet in de, met het grote gebaar, met het aplomb van de mannen, hè, dan later, maar ze gaat bij wijze van spreken in de intimiteit van een hof leven. En het gaat in dit hof zijn dat zij dan ook haar rariteitenkabinet begint, ook haar bibliotheek heeft, haar slaapkamer met een studiolo. En we gaan zo dadelijk eventjes in haar hof, in haar residentie binnentreden, want ik ga u straks proberen in elke kamer te laten binnengaan. Dat was een beetje het concept ook van de tentoonstelling destijds in 2005. Goed. Margarethe van Oostenrijk, die in de periode dat dan dus die verovering begint van Hernán Cortés, we hadden gezegd 1519, 1521, dan ook die eerste tocht rond de wereld, hè, 1520, 1522. Nou, een jaar nadat ook de eerste stukken uit Amerika, dus de schat van Moctezuma, dat wat hij cadeau gekregen had van die Azteekse vorst, ook in Spanje aankomt, Albrecht Dürer, die gaan we straks nog tegenkomen, gaat een jaar later ook Albrecht Dürer bij haar op residentie komen. Zo dadelijk daar ook iets meer over. Maar vooraleer ik daar iets over zeg, toch nog iets over Erasmus ook. Erasmus is één keer op bezoek geweest bij Margarethe van Oostenrijk. Nu, je zou kunnen zeggen, Margarethe van Oostenrijk was nogal behoedzaam. Ze wist goed hoe ze met macht moest omgaan. En ze spreekt zich niet meteen uit, pro of contra. Nu, Erasmus is eigenlijk vooral, en zo kennen we ook Erasmus, die had een eigen doel en die wou gewoonweg naar een manuscript komen kijken in haar bibliotheek, want die was zeer rijk gestoffeerd. En hij ging naar de Codex Aureus kijken. En dat heeft hij dan ook mogen zien. En het mooie is, en ik ga toch weer even proberen te beschrijven, want het is nog het Bourgondische hofritueel. En waarom moet u dat weten? Omdat het voor straks belangrijk is. En in het Bourgondische hofritueel had je geen gangen. Namelijk, je ging van de ene kamer en suite in de andere. En je had op de benedenverdieping had je de encenering, daar gaan we het straks nog zien. Ze had een volière en dergelijke meer. En je ging daar ook in een rariteitenkabinet. En dan ging je ook in de bibliotheek. En dan ging je naar boven, daar heb je net gezien, die trappen, om naar boven te gaan. En dan gaat u naar boven en dan komt u in een ruimte die... bij de Bourgondiërs had je geen vaste meubels. Hè. Dat werd allemaal in kasten gestoken. En als je ging eten, dan gingen de schragen uit de kast en dan werden er tafels gemaakt en dergelijke meer. En het eerste was een pronkruimte waar je banketten en dergelijke meer kon houden. En dan ging u door, en suite, en dan kwam u in de eerste kamer met een schouw. En dan gaat hij nog verder en komt hij in de slaapkamer van madame, van Margarethe van Oostenrijk. En ze had een klein kamertje, dat is studiolo, waar ze ook schreef en waar ze ook bijzondere spullen bewaarde. En nou, als je echt van goede huizen was, en u moet er zich niks bij voorstellen, maar het was gewoon de manier hoe het ging in het Bourgondisch hofritueel, nou, dan werd je ook tot in de slaapkamer van madame gebracht. En hij mocht een gesprekje beginnen, Erasmus, ook in de studiolo van Margarethe van Oostenrijk. Nu, op een of andere manier, hij gaat vooral voor die bibliotheek. Hij blijft nogal op de vlakte, zij ook. Het is een moeilijke tijd, heb ik net verteld. En hij gaat gewoon terug. Dus over Erasmus kunnen we niet zo gek veel vertellen. Maar over Albrecht Dürer weten we wel iets meer. Dat is eigenlijk toch wel ook heel interessant om ook hem eventjes al op bezoek bij haar te laten komen. Hij gaat in 1521 naar Mechelen en ook Margaretha ontvangt hem in haar residentie. En zij leidt hem, en hij is niet zo'n boekenwurm, hij is vooral een kunstenaar natuurlijk en een zelfgenoegzaam kunstenaar, zoals u uit zijn portretten kent. En hij mag ook tot in haar slaapvertrek komen. En hij gaat vooral, ik wil vooral de reeks van Juan de Flandes, de Jan van Vlaanderen, die aan het, Spaanse hof werkte, waarvan u ook het portret van Juana la Loca daarnet hebt gezien. En hij wil vooral die werken zien, omdat hij daar toch echt in geïnteresseerd is. Maar hij heeft ook wel een cadeautje mee. En hij is enorm enthousiast, dat weten we uit zijn dagboeken, van wat hij allemaal te zien krijgt. En ook de bibliotheek maakt enorm veel indruk, en daarover zo dadelijk meer waarom.
Maar de landvoogdes is niet zo eigenlijk onder de indruk van zijn artistiek genie. Het is nog een jonge kerel. Is dat wel een interessante kunstenaar? Iedereen is dat, hè, als hij dat wil. En hij heeft een cadeautje mee, namelijk een portret van Maximiliaan. Nu, vooraleer ik daar iets over zeg, misschien nog even uit zijn dagboek wat hij dan schrijft wanneer hij daar binnen gaat. Het is in het Duits-Nederlands. Und den Freitag wies mir wies toonde mir Frau Margaret al hier schön ding. Mooie dingen heeft hij gezien daar. Alzo zag ik veel anders kostelijkes ding. Een kostelijkes librerij. Ik zag heel, heel kostbare dingen. Ik zag een hele kostbare bibliotheek. En dat die dingen ook in de bibliotheek te zien waren, dat zult u straks wel begrijpen. Nu goed, hij had dus vooral oog op datgene wat zij als bruidschat had meegekregen. Onder andere die werken van Juan de Flandes. En hij toont dan, als hij dan in, op haar bed of waar het ook mogen zijn zit, en hij toont dan dat portretje van Maximiliaan, haar vader. En ze zegt, nou, het is heel fijn dat u dat mij wil geven, maar mijn vader lijkt er helemaal niet op. En hij neemt dat gewoon terug mee naar huis. Ik vind dat ongelooflijk, dat soort details. Dat is de minste correctie van beeldvorming, hè, want wij maken dan... Natuurlijk is die kerel een kerel die, net zoals Da Vinci, tussen wetenschap en tussen artistieke expressie zit. En die vooral ook met het nieuwe medium, de boekdruk, heel veel doet. Hè. Dat is een echte graveur. En ik geef maar een voorbeeld hoe hij details weet te vatten, zoals bijvoorbeeld die prachtige vleugel die we van hem hebben, en zo hebben we er nog heel wat. Maar u ziet, op een of andere manier is hij al van de nieuwe tijd. Terwijl Erasmus de brug is van de oude naar de nieuwe tijd. En dat Margaretha nog wel voor een stukje zit in de tijd waar zij moet voorstaan, namelijk het gevestigde gezag. Zij was ex professio, zou je kunnen zeggen, conservatief. Oké. Okay. Goed. Ik denk dat uw bagage er is. Ik hoop het nu tenminste. En nu gaan we nog het verhaal in, want dat heb ik u beloofd. De wereld in een kamer. Als u vrouw was in die tijd, dan kon u naar de wereld niet gaan, maar de wereld moest naar u komen. Dat hebt u gezien, hè? Albrecht Dürer kwam, Erasmus kwam. Zelfs de spullen uit de wereld komen naar haar. Dat zult u zo dadelijk nog horen en waarom. En het zijn vooral vrouwen geweest, dus die de wereld naar zich toe lieten komen. En het is in die periode, vanaf de 16e eeuw, dat we dat fenomeen ook kennen. En laten we eens een keertje gaan kijken naar de wonderdingen, naar de mirabilia. Dat zijn de geheimen van wonderlijke aard die ook soms goddelijk werden verklaard. Dus de gekke dingen van de natuur of van culturele aard. Vaak zijn dat exotica, dat gaat u zien. Maar ook spullen van de natuur, naturalia. In die eerste wonderkamer van Margarethe van Oostenrijk, daar komt ook, maar dat wordt niet in de wonderkamer getoond, de schat van Moctezuma, die komt in de bibliotheek. En als u dan geluk hebt, komt u op het einde van mijn verhaal ook, net zoals Dürer, net zoals Erasmus, in de slaapkamer, in de studiolo van Margarethe van Oostenrijk. Mechelen, 500 jaar geleden. En ik hoop dat u via die bagage die u hebt nu alles makkelijk kunt volgen. De hoven van Margarethe van York, Margarethe van Oostenrijk, dienden als kweekvijvers waar ouderloze koningskinderen werden voorbereid voor het echte leven. En beide vrouwen speelden een actieve rol in het politieke en culturele leven van Europa. En zoals ik al daarnet heb gezegd, zij bewogen zich op het snijvlak van de middeleeuwen en de renaissance, de oude en de nieuwe wereld. En op een of andere manier wisten zij beter dan veel van hun tijdgenoten die brug te slaan in tijd en in ruimte. En zoals ik u al vertelde,
De jonge latere keizer Karel die groeide op onder de hoede van zijn tante. Een tal van kunstenaars, we hebben er al enkele van gezien, maar bijvoorbeeld ook de componist Pierre de la Rue. Trouwens, Margarethe was een goede... zij schreef poëzie en hij componeerde muziek op haar gedichten. Maar ook Jean Lemaire des Belges, die trouwens een verhaal vertelt, want die moet wel een stiekem oogje hebben gehad, die Jean Lemaire des Belges, op Margaretha, denk ik. En dan, wat doet hij dan? Dan laat hij de papegaai van Margaretha allerlei liefdesverklaringen aan haar vertellen. Maar dat ging allemaal in de literatuur van die tijd en dat mocht ook. Maar ook Conrad Maid, een beeldhouwer, van u de beeldjes hebt gezien van Philibert en van Margaretha, die kleine houten beeldjes die je er straks zag. Maar ook Jan Gossaert, die gaat u straks nog tegenkomen, en Barend van Orlais, die we al kennen. Nou, ze werkten allemaal aan voor het Hof van Mechelen. Erasmus en Albrecht Dürer hebben er dus een bezoek gebracht. En dus die muziek, die beeldende kunst, die geletterdheid, dat geloof en die wetenschap kwamen er op een wonderlijke wijze allemaal samen. En getuige hiervan waren die rijk gestoffeerde bibliotheek met handschriften, vooral heel veel handschriften, maar ook enkele gedrukte boeken al. En een heuse portrettengalerijen. Bijvoorbeeld waar u ging een banket houden en had je allemaal van die portretten, allemaal imposante kerels meestal, die u dan wel van hoog naar beneden aankeken, zodanig dat u uw plaats wist als u daar ging eten. En adembenemende wandtapijten ook, helemaal nog in de traditie van de Bourgondiërs, hè, want die reisden voortdurend en die hadden altijd hun behangpapier mee. En dat waren dan 2 weken voordat ze ergens aankwamen in een slot of een paleis, nou werden de wandtapijten opgehangen zodanig dat het ook warmer was, maar dat het ook goed aangeklede hoven waren. En er waren heel veel religieuze kunstwerken en uitingen ook vooral van vrouwelijke devotie. Een rariteitencomitet, zoals ik al zei, avant la lettre, met allerlei spullen uit de hele wereld en koralen. Een volière, dat heb ik u ook al gezegd. En dus ook de eerste stukken uit het pas veroverde Amerika. Maar voor leren we daaraan beginnen, wil ik toch een paar vragen stellen, want dat moeten we ons toch vragen. U bent wel geïnteresseerd en u luistert of u komt naar hier. Maar ik vroeg mij, toen ik de tentoonstelling maakte, de hele tijd af, wie waren die Margarethas eigenlijk? Wat bezielden die vrouwen eigenlijk? In hoeverre waren zij slechts pionnen in complex internationaal machtsspel waar vooral mannen de dienst uitmaakten? Of konden zij tenminste hun vrouw zijn handhaven en zelfs strategisch inzetten in het belang van de dynastieke opvolging in de familie. Tussen haakjes, als Frans de I vastzit na Pavia, door keizer Karel vangengenomen. Dat was een of andere manier om die oorlog terugbetaald te krijgen. Daar moest hij dan losgeld voor betalen om die koning terug vrij te krijgen, natuurlijk. Nou, dan zeggen die vrouwen, zowel in Frankrijk als in Margarethe van Oostenrijk, ja, zeg dat die mannen die verspillen alles maar en die gaan gewoon bij elkaar op de thee. En de vrouw die dan van de Medici-familie in Frankrijk mee op de troon zit, Margarethe van Oostenrijk, die gaan gewoonweg met elkaar iets afspreken. Er is een damesvrede ontstaan, die veel belangrijker was trouwens dan al die gevechten die mannen hebben gevoerd. Hè. Dat zijn de echte geschiedenis. De echte geschiedenis is vaak in de coulissen te vinden. Moet je niks vooruit denken, dat is gewoon gebeurd allemaal. Dus die vrouwen die konden hun vrouw zijn wel inzetten, blijkbaar. Maar wel in functie van de familie, in functie van de dynastieke opvolging. Hoe gingen ze dus om met die rolmodellen? Want die waren er ook in die tijd met vrouwbeelden van. Ja, denk bijvoorbeeld aan Margaretha, hoe ze zich ook als weduwe toonde en dat ook echt gebruikte. En dus ook hun lot als weduwe. Hoe uitten zij hun gevoelens, zoals bijvoorbeeld gevoelens van liefde, geluk of verdriet? Welke rol speelde traditie, religie, kennis, kunst in hun leven? Nou, rond die vragen bouwde ik dus destijds de tentoonstelling op. Dames met klasse. En eigenlijk was de hele tentoonstelling opgevat als een kweeste, als een zoektocht. Maar ook een ontmoeting. Complex en verrassend. In de breedte en de diepte. Met dan die 2 Margarethas en Mechelen als protagonisten. Tot mijn grote verrassing ontdekte ik
tijdens de voorbereiding van dat project dat Margarethe van Oostenrijk een van de eerste grote vrouwelijke verzamelaars was en opdrachtgevers in een lange traditie. En na haar zouden, en ik geef er maar een paar voorbeelden van, dan beseft u hoe belangrijk dat ze was, tot 1650, ik geef voorbeelden tot die tijd, en we gaan dus van het begin dus van de 16e eeuw, want dan leefde zij. Er komen nog heel veel invloedrijke vrouwen die ook allemaal heel belangrijke dingen doen om werelden in een kamer te krijgen. En ik geef nu maar een voorbeeld, Elisabeth de Eerste van Engeland. Catharina de Medici. Mary Stuart van Schotland. Anna van Oostenrijk. Maar ook in de Spaanse Nederlanden, wij zijn goed bedeeld, hè? Bijvoorbeeld Maria van Hongarije en de aartshertogin Isabella. Nou, die zijn allemaal vrouwen die niet alleen hun mannetje wisten te staan in die wereld, maar ook een andere houding hadden tot de dingen. En pas recent wordt het belang van die opmerkelijke persoonlijkheden onderkend. Zelfbewust en eigengereid gaven ze veeleer een feminine invulling van de notie macht. En veruitwendigden ze die streven door de wereld en dus kunstwerken onder één dak te verzamelen. En laten we nou eens een keer een kijkje gaan nemen in de residentie van Margaretha van Oostenrijk, anno 1523. Dat is de datum. En zoals ik u straks vertelde, amper 2 jaar tevoren had Hernán Cortés de Azteekse hoofdstad vernietigd. Er was de verovering van Mexico een feit. En al bij zijn aankomst in 1519 had hij tal van kostbaarheden naar Spanje gezonden om die koning, keizer, Karel, gunstig te stemmen. En nu kom ik tot het nieuwe verhaal en nu beginnen we eigenlijk pas. In de zomer van 1520 wordt de zogeheten schat van Moctezuma in Brussel aan de jonge vorst aangeboden, want hij was toen in de Nederlanden, hij was niet in Spanje, en het wordt ook aan het publiek getoond. Het was in Brussel de allereerste keer dat die stukken te zien waren. Albrecht Dürer, die op dat moment ook in de Nederlanden was, het jaar erop gaat hij naar Margaretha, maar het jaar ervoor is hij dus ook in Brussel, en die schrijft in zijn dagboek, en ik citeer hem nu. Ik zag eveneens de dingen die men voor de koning had meegebracht, uit het nieuwe goudland. Een zon volledig van goud. Wel 6 voet breed en evenzo een maan, helemaal van zilver. En 2 kamers vol wapens, harnassen, schietuig, zeldzame kledij, stoffen en allerlei wonderlijke zaken voor verschillend gebruik, die er zoveel mooier uitzien dan wonderdingen. Nog nooit in mijn leven heb ik iets gezien dat mijn hart zo heeft beroerd. Ik kom werkelijk woorden tekort om uit te drukken wat mij daarover kwam. En intussen volgen meer zendingen vanuit Mexico. En dit keer zijn het niet de Mexicanen, de Azteken, de Mexica, maar de conquistadores zelf die gaan selecteren. De nadruk ligt dan vooral uit op goud natuurlijk. Zilver, juwelen, edelstenen, al blijven de pluimagen, zoals ze genoemd werden, erg in trek. De zaakjes, dat eerste was een schild van pluimen, hè? Ik geef het maar eventjes. En dan hebt u hier ook van Albrecht Dürer, de eerste keer dat hij een Indiaan in beeld brengt, had er nooit een gezien natuurlijk, met wat hij dan gezien had in Brussel. En hier ziet u een voorstelling, nog in een handschrift, die getekend is door Albrecht Dürer. Die pluimage, die spreken niet alleen, die verentooien, spreken niet alleen tot de verbeelding, maar sluiten ook erg goed aan bij Europese militaire tradities. Want als er optochten waren hier, dan werd dat ook vol met pluimen en weet ik veel wat. En het is de mikmak van die invloed van enerzijds de nieuwe wereld en ook die oude traditie die dan tot allerlei tradities bij ons heeft opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de Gilles van Binche. Het zijn allemaal dingen die pas ontstaan, eigenlijk onder invloed van die exotica die binnenkomen. Maar dat was erg, erg aantrekkelijk.
Vandaar dus ook de interesse door die conquistadores voor krijgsuitrusting ook, voor schilden, voor wapens. Kostbaarheid en pracht zijn aanvankelijk steeds weerkerende begrippen. Maar toch slaat die verwondering snel om in een roofzuchtige goudkoorts. En Cortés, Hernán Cortés, de veroveraar zelf, die vat die houding heel kort en heel cynisch samen. Toen had hij waarschijnlijk al Machiavelli gelezen. Ik citeer hem nu. De Spanjaarden worden gekweld door een ziekte van het hart, waarvoor alleen goud het geëigende geneesmiddel is. Einde citaat. En het is boeiend om na te gaan hoe de schatten uit de nieuwe wereld onmiddellijk na hun aankomst in Europa aan de heersende denkkaders en waardeoordelen worden onderworpen. Terwijl de beschrijving in eerste instantie vrij neutraal gebeurt, met uitsluitend de materiaalaanduiding en eventueel, als ze dat al konden zeggen, functieaanduiding, en er tussen de stukken geen samenhang wordt gezocht, krijgen de objecten een nieuwe betekenis door de blik van de geïnteresseerde waarnemer. Zo is er in de inventaris van de eerste zending van Hernán Cortés, die we ook nog altijd hebben, van 1519, dus de schat van Moctezuma, nergens sprake van een gouden zon of een zilveren maan. En worden de voorwerpen op geen enkele manier met elkaar in verband gebracht. En Albrecht Dürer, die hebt u net gehoord, interpreteert die beide objecten die hij ziet in Brussel meteen als kosmische symbolen. En dat doet hij omdat hij dan analoog denkt aan astrologische, aan alchemistische tradities in Europa. En sindsdien zijn wij zodanig vertrouwd met die eerste lezing, zoals die van Albrecht Dürer, en de bijhorende connotaties, dat we die voorwerpen nog maar moeilijk anders kunnen zien vandaag. En dat doen we nog altijd. In de zomer van 1523 schenkt keizer Karel een deel van zijn collectie exotica uit de Indiën aan zijn tante in Mechelen. Daarbij is zeker vast een aantal afkomstig uit de zogeheten schat van Moctezuma. Net op dat moment laat Margaretha een inventaris opstellen van haar Mechelse bezittingen. En het is op basis van die inventaris dat ik de tentoonstelling kon maken. Want alles wordt beschreven, elk object wordt beschreven en overal wordt gezegd waar het staat. Zodanig dat we 500 jaar later eigenlijk haar residentie konden reconstrueren. Nou, waarom zou zij een inventaris hebben opgemaakt? En waarom schenkt dan op dat moment, of net ervoor, keizer Karel haar die stukken? Omdat ze ruzie hadden. Ze doet twee keer een inventaris. Waarom? Omdat ze zegt tegen keizer Karel, ik ga niet akkoord met jouw stellingname. Ik ben hier landvoogdes. En keizer Karel zegt, het zal zo zijn. En ze zegt, het zal niet zijn. En wat doet ze dan? Dan zegt ze, kijk, dan ga ik verhuizen. Hè? Oh ja. Als je gaat verhuizen, dan moet je natuurlijk wel een inventaris maken. En ze doet dat ook. En dan beginnen keizer Karel te zeggen, oh, wacht even, dan moet ik wel even kijken hoe ik die tante van mij kan... Ja, ik moet ze toch op een of andere manier tevreden stellen dat ze in haar functie blijft en dat ze op een of andere manier ook met mijn belangen de dingen doet die zij als landvoogdes moet opnemen. En je ziet dus... Dankzij die inventarissen, dankzij die ruzie tussen die twee, want die waren niet altijd zo vriendelijk voor elkaar, hebben we dat soort inventaris. We hebben er zo twee, zoals ik zei. Nou, die lijst is vrij nauwkeurig hoor, en gedetailleerd. En dat is ook weer typisch, wat ik net zei. Ongetwijfeld zijn sommige voorwerpen gewoon fout begrepen. Al is het voor de opsteller natuurlijk niet zo simpel geweest om die vreemde, voor hem vaak zinledige voorwerpen naar behoren te beschrijven. Ja, wat moet je beschrijven als je zo'n raar ding ziet, hè? Zoals dit bijvoorbeeld. Wat is dat eigenlijk? Hij is er zich dan, en dat horen we dan ook in de beschrijvingen, zich blijkbaar wel van bewust dat het geen alledaagse dingen zijn. Maar eerder, zoals ook Albrecht Dürer zegt, wonderdingen. Of met de woorden van de Italiaanse hoveling die we straks nog zullen zien, Pietro Martire d'Anchiera, en dan citeer ik die man,
Ik weet niet hoe ik die verentoefjes, die pluimen, die vederwaaiers moet beschrijven. Niet zozeer het goud of de edelstenen bewonder ik is, maar het vernuft en de vaardigheid van de kunstenaars, die de waarde van het materiaal ruimschoots overtreffen en mij enorm verrassen. Nou, dat stond er. Bij haar. Een mantel weliswaar niet van Moctezuma, die kan u trouwens hier gaan bekijken in Brussel, hier in het museum, maar van de Indianen van Tupinamba. Het is een Braziliaanse, dus ook 16e, misschien vroeg 17e eeuws. Maar zoiets gelijkaardigs had ze er een paar van, Margaretha. En ook de verentooi die nu in Wenen is te zien, ja, die is natuurlijk naar daar gegaan, die dan inderdaad waarschijnlijk wel met quetzalveren de oorspronkelijke kroon was van Moctezuma. Die stond gewoon in Mechelen, in haar bibliotheek. De opsteller gebruikt vaak uitdrukkingen die naar kerkelijke gewaden verwijzen. Dat is interessant, hè? Dat was zo het best dat men kon daarmee vergelijken, dacht men dan. En soms, en dat is ook verrassend, sluiten die beschrijvingen verrassend goed aan bij de oorspronkelijke functie en betekenis van ceremoniële kledij en parafernalia van de Azteekse priesters en krijgers. Nou, hierop wijzen onder andere die imposante, en ik ga nu een hele opsomming geven, dan hoort u wat er zo allemaal in die inventaris zat, soms als mooi en rijk aangeduide mantels met veelkleurige pluimen en goudornamenten, de fraai uitgewerkte hoofdversieringen, zoals ook helmen en ook maskers, en enkele hoofddeksels naar slans wijs, ja, wat dat ook mogen wezen, en zelfs een kardinaalshoed. De overdadige versierde halssnoeren en armbanden, beenplaten van goud, zilver, jade en turkoois, vaak in mozaïek. Alles van leder, van bont, van veren, van gouden belletjes en schijfjes. En voorts zijn er ook nog staven, soms van kornalijn. En ook een vierkant en tal ook van ronde schilden, vaak met turkoois steentjes versierd. Goudblad, edelstenen, veren. Een mes, een zwaard, pijlen of speren met veren, een paar schoenen bestikt met goud, enkele gouden platen en appliques, een stel waaiers en een vaantje met pluimen en gouddraad. Er is ook sprake van een wolven- en tijgerkoppen met koperbelletjes, een met veren versierde spiegel, een mannen- en twee vrouwenlijfjes, al dan niet met mouwen, uit doek gesneden met stroken jaguarpels of goudblad bedekt. Nou, dat is al heel wat. Als u eventjes wil weten wat u zag, dat is geen speer, maar dat is een attel-attel, dat is een werp. Systeem, dat ze hadden, de Azteken, om dan veel sneller, dat is ook al in de prehistorie, door de rendierjagers gebruikt. Ja, en dat spreekt voor zich, denk ik. Hè? En dan had een Azteeks offermes. Buiten een opmerkelijke zilveren schijf en enkele juwelen ontvangt Margaretha van Oostenrijk niet dadelijk, en dat is toch belangrijk om even na te gaan, de meest waardevolle objecten uit de overzeese gebieden. Keizer Karel was niet gek, hè? Hij gaat niet het duurste geven naar zijn tante. Maar hij geeft toch wel heel veel. Het zijn anderzijds wel spectaculaire, vooral vederstukken, zoals u hebt gezien. Kledij en wapentuig en schilden. De vraag rijst nu waarom Karel de Vijfde haar met deze unieke, toch wel vreemde stukken heeft verrast. Want de regentes blijkt niet zo uitzonderlijk geboeid te zijn wat er zich buiten Europa zich afspeelt daar. Bovendien lijkt ze ook niet gedreven door een grote verzamelwoede.
die dan later wel zal ontstaan bij de eerste kunstkabinetten of wonderkamers, maar zij is nog in verhouding bescheiden. Wel betoont ze heel veel interesse in naturalia, objecten van de wonderen van de natuur, die ze waarschijnlijk als de wonderen van de schepping heeft ervaren. En op de gelijkvloerse verdieping, in het kabinet nabij de tuin, bezit Margaretha een omvangrijke verzameling koralen. Een stuk of 100 van dit soort stukken, die nog bewaard zijn. Van verschillende kleuren. Ook schelpen en andere rariteiten. En het leuke is, in die ruimte hebt u ook spellen, gezelschapsspellen, klokken, spiegels, enkele schilderijen, kleine sculpturen, rozenkransen en ook een besloten hofje waar Mechelen zo bekend voor is. Ook waardevolle borduursels, zilverwerk, allerlei luxe tafelgerei, zoals bekers en kommen en zoutvaten en sierlepels. Bijvoorbeeld hier een stuk, om er maar één te noemen, van wat u de grote kromme, dat is een drinkhoorn, een zogenaamde griffioenklauw van buffelhoorn. Maar het andere stuk is een kokosnootbeker die dan wordt verguld. Dat is heel exclusief. Het komt van de andere wereld. Of lepels van Venetiaans glas of vanuit Beieren. Of sierlepels uit Sierra Leone die gemaakt waren voor Europese afzet in West-Afrika. We zijn nog niet aan de Afrikaanse slavernij toe. Dat is nog echt handel die men dreef. En zover dat die zoutvaten en pepervaten, die worden gemaakt door de Afrikaanse aan de westkust, in Nigeria in dit geval, of in Benin. En die worden echt gemaakt voor een Europese markt. Dat, vanuit de Afrikaan gezien hoe een Europeaan eruit zag. Maar ook stukken uit India, een buskruid, hoorn, een kruidhoorn. Maar evengoed een Japans gelakt houten kommetje of een Chinese porseleinen kom. Allemaal in de collectie van Margaretha van Oostenrijk. Ze heeft ook een volière met allerlei exotische vogels en net als haar stiefgrootmoeder, zoals u weet, een papegaai. In haar privévertrek of mijn vrouwken klein kamerken, studiolo aan haar slaapkamer, bewaart ze ook, gewikkeld in taf, in een houten kistje een opgezette paradijsvogel, die u linksbovenaan ziet. En het enige boek over de pas ontdekte gevonden eilanden aan de andere zijde van de wereld, waarover zo dadelijk meer. En in een kast van haar slaapkamer bevinden zich ook nog andere persoonlijke spullen, maar ook enkele waardevolle oude wereldkaarten op perkament. De oude wereldkaarten, dat waren de zogenaamde OT-kaarten. Want er waren maar 3 continenten. Bovenaan Europa en dan onderaan Afrika en Azië. In de wandkast van de banketzaal, dat is die eerste zaal als u naar boven gaat, die met allemaal kasten en dan komen die schragen eruit enzovoort, zoals ik u zei, daar had je ook nog allerlei andere dingen. Een van die dingen is een zeer bijzonder iets, namelijk een beschilderd doek uit de Indiën. Maar vooraleer ik daar iets over vertel, toch nog ook over iets hier. In die oude wereld gingen ook heel veel stukken al naar Afrika, ook heel veel stukken naar Azië. En ook heel veel stukken kwamen zo in Europa terecht. Dat hebt u net gezien. Dat hebt u allemaal gezien in die wonderkamer van daarnet. Of in dat kamer die beneden was. Maar bijvoorbeeld hier hebt u een Mechels watervatje. En dat is dan in de tijd van Margaretha van Oostenrijk tot in Syrië geraakt, in Damascus. En daar heeft de nieuwe eigenaar zijn naam erop gezet. Hè? En je had dus spullen die van daar naar hier kwamen, maar je had ook spullen die van hier naar Ginder gingen. En dat is zo'n voorbeeld ervan. Goed. Dus in die wandkasten, in het banketzaal, had u ook nog een beschilderd doek uit de Indiën.
van de witte boombast met groene en gele bloemmotieven, waarvan een uiteinde volledig in het groen, zo wordt het beschreven. Samen met diverse kleurrijke liturgische gewaden en stoffen van enkele dozen met spellen ook. Goed, dat is een bijzonder stuk uit Mexico, zonder meer, en waarschijnlijk uit geklopt vijgenboombast. En het was ongeveer 3,5 meter lang en 86 centimeter breed, perfect om op zo'n schraag een banket te versieren. En het werd waarschijnlijk als tafelgarniering gebruikt. En hier hebt u dan zo'n oude, oorspronkelijk in de Otomi-Indianen, die hebben nog altijd van dat amate-papier, van dat geklopte vijgenboomschors. En het moet dat zijn geweest dat ze hadden. En dan heb ik nog een boom, hebt u gezien. Dat is de dikste boom ter wereld. 34,5 meter omtrek. Die staat in Tule, in Oaxaca, waar de meeste van die dingen zijn gemaakt. Hè. En dat is toch ook interessant. Het is nog altijd een lange traditie van deze spullen die gemaakt worden. En het is boeiend dat je ziet dat die al 500 jaar geleden ook naar Margaretha, naar haar hof, zijn toegekomen. Waarschijnlijk uit de eerste schat van Moctezuma. Goed. Er is ook iemand die aan het hof is. Dat is een hoveling, dat is een adellijke man. Namelijk een zwarte man uit dat gebied waar die lepels vandaan kwamen. En die hoveling die leeft bij Margaretha. U moet uw beeldvorming bijstellen. Hè? Al dat soort racistische theorieën enzovoort die later ontstaan zijn, allerlei door polariseringen, die waren er nog niet in die tijd. Het is nog de overgang van middeleeuwen naar renaissance. En waarom weet ik dat die hoveling, dat is trouwens een werk van Jan Mostaert, die ook in haar dienst was. Hoe weet ik nu dat het een hoveling is die aan haar hof heeft geleefd? Omdat die een medaille heeft op zijn hoed. En dat is van ons liefrouwke van Halle, de Zwarte Madonna. En die ging mee met de vrouwen waarschijnlijk van het hof. Omdat die dan daar vooral, de Zwarte Madonna's was altijd goed voor, hopelijk, dat er toch een kroost zou kunnen komen. En in Halle, dat lag tussen Rijssel en Brussel. Nou, daar werd ook door Margaretha wel eens vaker naartoe gegaan. Nou, een bewijs te meer. Het stuk was toen pas ontdekt in het museum in Amsterdam. Dat is fijn om dat ook in de tentoonstelling als pronkstuk te mogen tonen. Maar dat is ook de realiteit. De wereld krijgt een vierde continent, maar er was aanvankelijk een oude wereld van drie continenten. De meeste van al die exotica die ik u net heb aangegeven, die werden allemaal bewaard in de bibliotheek. En elke bezoeker aan het Mechelse Hof werd met stomheid geslagen bij het betreden van die ruimte. Boeken, manuscripten, lezenaars. En allemaal objecten daartussen, in alle kleuren, met al die veren en die pluimen. Allemaal daartussenin. De wanden zijn met lange panden groene zijdenstof versierd. Taf, taffetta. En daartussen hangen een 20-tal portretten van Margaretha's naaste familieleden en verre verwanten. En 4 schilderijen in de bibliotheek die herinneren aan belangrijke veldslagen. En tussen die vele manuscripten en gedrukte boeken en enkele kaarten staan of liggen kleurrijke voorwerpen uitgevoerd in een keur aan kostbare en vreemdsoortige materialen. Ze zijn afkomstig uit een werelddeel waarvan tot voor kort niemand het bestaan vermoedde. Maar door de context in die bibliotheek en hun presentatie krijgen ze die bijna 80 heel bizarre, ontheemde objecten uit de nieuwe wereld een extra betekenis. En vooral 1 gordijn, allemaal groen, en 1 gordijn is blauw, diep blauw, en trekt de aandacht. Het is bezaaid met gouden sterren. En net zoals de houten lijst rond de grote zilveren maan die tevoorschijn komt achter het doek als u dat met een theatraal gebaar opentrekt. En daar hebt u een zilveren schijf. En dat was het pronkstuk van de bibliotheek. Nou, dat indrukwekkende stuk dat u woog ongeveer 10 kilo en was waarschijnlijk afkomstig uit Cortés' eerste zending. Nou, dat het waardevolle voorwerp niet in de schatkamer van het paleis werd bewaard, want dat was er ook, die schatkamer, is toch wel opmerkelijk. Het is waarschijnlijk niet zozeer om die materiële, maar wel om de symbolische waarde in de bibliotheek aanwezig.
En er waren inderdaad zonnen en manen bij de Azteken. Er zijn nog twee echt goed bewaard. Die zijn niet van goud, die zijn niet van zilver. Maar de zonnesteen die je onderaan ziet en dan ook de maansteen, Coyolxauhqui, dus de Azteekse godin van de nacht. Nou, en het is achter zo'n doek van taffeta met sterren, zoals u bovenaan ziet, dat dat doek wordt opengetrokken. En dan had u die zilveren schijf die dan een maan werd genoemd door onze observatie. Goed. De bibliotheek van Margarethe van Oostenrijk is dus niet alleen een plaats van kennis en studie. Ensuite met de eerste kamer op de verdieping die dienst doet als ontvangsthal en banketzaal van het paleis, sluiten het publieke gebruik en de pronkzuchtige inrichting van de bibliotheek nog aan bij dat oude, zoals ik u verteld heb, Bourgondische hofritueel. En de doordachte encenering, waarbij geletterdheid, tal van politieke boodschappen, verwondering en esthetische kijkgenot samengingen, nou, dat is allemaal nieuw. Dat is echt nieuw voor die tijd. Dat is nog nooit gezien. Dat is doordacht, dat is nieuwe politiek. Public relations, zouden wij vandaag noemen. De portretten die u ziet, die benadrukken de dynastieke liaisons. De gedachtenisschilderijen van die veldslagen, die legitimeren de territoriale aanspraken van de Habsburgers. En die exotische trofeeën uit de andere wereld, die belichamen het idee dat de universele macht op dat moment bij de Habsburgers ligt. Universeel. De hele wereld. En meteen is duidelijk, ook Mechelen en de Nederlanden, die spelen in dat nieuwe wereldimperium een cruciale rol. En keizer Karel zegt tegen zijn tante: tante, gij moogt het oudste stuk krijgen, Mechelen en de Nederlanden, het rijkste stuk. En gij zijt de navel van dat hele wereldrijk. En op de navel zat ook meteen alles van de nieuwe wereld. Dat is de hele politiek, daarom in de bibliotheek. Nou, is het dan toeval dat het enige boek over de pas ontdekte nieuwe wereld dat Margarethe in haar bezit heeft, zich in haar kleine studio, studiolo, of studieruimte bij haar slaapkamer zich bevindt. En op de wikkel van Groenbrugs satijn, zo is het beschreven in de inventaris, staat in het Latijn, in de inventaris staat met gouden letters, dat het drukwerk rechtstreeks aan Margarethe van Oostenrijk is geschonken en opgedragen is. En waarschijnlijk is het de auteur zelf die dit op het schutblad nog eens in een sierlijk handschrift bevestigt. Het is amper 43 pagina's dik en daarin verhaalt Pietro Martire d'Anchiera hoe Hernán Cortés in het voetspoor van Juan de Grijalva een expeditie naar het eiland, zo wordt het gezegd, Yucatán, dat is natuurlijk Schiereiland, opzet en met Pasen 1519 voet aan wal zet op de plek waar hij het ware kruis plant. En daar in Veracruz, daar wordt de verovering begonnen. Nu, ongetwijfeld heeft Margarethe van Oostenrijk de auteur Pietro Martire d'Anchiera ontmoet. Toen ze nog als jonge echtgenoten en weduwe van de kroonprins, Juan, kortstondig aan het Spaanse hof verbleef. En die Italiaanse geleerde, ook een persoonlijke vriend van Columbus trouwens, die trad al in 1487 in dienst van Isabella en Ferdinand en zal de rest van zijn leven aan het Spaanse hof werkzaam blijven. Het is Martire d'Anchiera die al 2 jaar na de ontdekking van Amerika door Columbus, maar Columbus is altijd in het waan geweest dat hij in India of in China bijna was. Nou, en Martire d'Anchiera die zegt, ook al is hij daar nooit geweest, dit is een nieuwe wereld. Niet Vespucci, Amerigo Vespucci. En in de eerste decade of reeks van 10 boeken die hij aan de overzeese ontdekkingen zal wijden, wordt in 1504 gedrukt
En het is een van die exemplaren die nog bij Margarethe van Oostenrijk ook belandt. En als hij dan in 1526, 4 jaar voordat Margarethe van Oostenrijk zal overlijden, ook zelf overlijdt, zal hij ongeveer 8 afleveringen van die boeken hebben geschreven. En in 1530, het jaar waarop Margaretha zal sterven, worden ze integraal als De Orbe Novo, de nieuwe wereld, gepubliceerd. Niet alleen de nieuwe wereld, Mundus, maar ook een nieuwe globe. En dan gaat Mercator enzovoort dat ook allemaal in beeld brengen. Dat is allemaal later. Martire d'Anchiera schrijft zijn magnum opus aan de hand van brieven en verslagen van de eerste ontdekkingsreizigers. Mondelinge overleveringen van ooggetuigen en officiële documenten die hij als lid van de Raad van de Indiën ter beschikking had. En nu kom ik tot het laatste punt van mijn betoog. Het traktaat maakt zeer goed duidelijk dat de zucht naar het Westen zowel gestuurd wordt door een oude Europese droom, het verlangen naar het verloren paradijs of de gouden tijd, waar ook Thomas Morris over... Thomas Morris, dat boekje lag ook in haar studio. 1516 is dat gepubliceerd, een vriend van Erasmus. Het verloren paradijs, de gouden tijd, utopia. Nou, hij zegt, die oude droom zit nog altijd in dat verlangen om naar het Westen te gaan. Maar er is ook een nieuwe droom ontstaan, de begeerte naar goud en een grenzeloze wil tot verkenning en toe-eigening door Europa van de wereld. En aanvankelijk is duidelijk de zoektocht naar een gekende oudere wereld, het doel, een alternatieve zeeroute, zoals u weet, naar Cathay, zoals Columbus dat zocht. Zoals ook de legendarische Marco Polo China noemde. Met een tussengebied waar werkelijkheid en fictie elkaar voortdurend raken. Tot dan het nieuwe van de nieuwe wereld niet langer kon worden ontkend. En de contouren van de bestaande wereld zoals we ze vandaag kennen voor het eerst in de geschiedenis in kaart komen, letterlijk en figuurlijk. En na de ontdekking van het continent aan de andere kant van de Atlantische Oceaan breekt een nieuw tijdperk aan en dient de hele schepping te worden herdacht. Toch zal de oude wereld haar eigen geschiedenis, onze geschiedenis, tot wereldgeschiedenis maken. En door in onze zelfontplooiing als Europa de rest van de wereld eenzijdig in te lijven en te gaan koloniseren en uitbuiten. Voortaan ligt utopia niet langer in het verleden. Voor wie westwaarts gaat en er eventueel ook zal blijven, ligt het Eldorado in de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht. Ah, wel hartelijk dank, Joris. Ik vond het echt fantastisch hoe u al die verbanden legt tussen alle gebeurtenissen en de tijd. Dat geeft zo'n totaal beeld van die tijd. Ik ben ook zo blij dat we het nu op video hebben, dat we het kunnen herbekijken. Voilà, super bedankt, bedankt daarvoor. Als er vragen zijn in de zaal, dan zal ik u vragen ofwel om op te staan, ofwel zelf makkelijker naar hier te komen en in de micro spreken, dan kunnen de mensen online ook volgen. De eerste vraag is altijd een beetje moeilijk. Ja. Bedankt. Ja, je hebt gesproken over de rol van Margaretha en de manier waarop zij zich positioneerde. En ze was bewust van haar positie. Kent men veel reacties van vrouwen ten opzichte van haar positie, die speciale rol dat ze probeerde te vervullen? Is dat? Ja,
Ja hoor, ze werd zeker vast in haar tijd als een iets wat vreemd iemand gezien natuurlijk. Hè. Maar er zijn inderdaad een aantal reacties die toch wel goed bekend zijn. Hè. Het is vooral zo dat de meeste mannen onder de indruk waren van haar manachtige kracht. Hè. Zij wist verdorie goed wat ze wou en ze liet dat ook blijken. En ze was ook... Ze liet geen duimbreed voor de dynastie wijken. Hè. Ze ging echt voor de dynastie, voor de Habsburgers. En er zijn zelfs twee bronnen bekend waarin er wordt gezegd door de diplomaten van die tijd. Nou, probeer alles geregeld te krijgen, maar zie niet dat je met haar moet praten, want dan krijg je niks geregeld. Dat wil wel zeggen dat ze er nogal erg stellig in was en dat ze ook duidelijk was. Het is zo dat ze tegelijkertijd een enorme een toonbeeld was eigenlijk voor veel vrouwen. Hè? Daar hebben we natuurlijk minder bronnen van, maar dat kan je dan onrechtstreeks afleiden, namelijk dat ze bijvoorbeeld, zij liet heel wat opdrachten ook vervullen door vrouwen die bijvoorbeeld, ze hielp ook de Begijnen, hè, om iets te zeggen, en de Begijnenbeweging die er nog altijd was in die tijd. En zij, bijvoorbeeld die besloten hofjes, die werden dan ook vaak door Begijnen, maar ook door kloosterlingen gemaakt. En in zekere zin was zij dan degene die ook die vrouwelijkheid erg promoot. Ook al was het traditioneel natuurlijk, in zekere zin. En zoals ik u het laatste heb gezegd, dat ze met de Medici-moeder gaat onderhandelen voor een damesvrede, dat is niet gering. En zij had dus blijkbaar ook het gezag en de kracht om dat te doen. En hetgeen wat dan eigenlijk bovendrijft, en dan is het, ja, ik heb ook een tijdje met haar geslapen, kunt u wel voorstellen, bedoel toch in mijn gedachten, want ik moest die tentoonstelling voorbereiden. En wat was dan haar kracht en waarom deed ze wat ze deed en waarom is het allemaal zo gegaan? Dus ik heb er echt ook wel moeten echt over nadenken, tot in mijn dromen. Maar het blijkt wel, en dat is toch wel interessant, dat elke keer weer opnieuw wordt haar, niet alleen haar zelfvertrouwen, maar ook haar, zij was te vertrouwen. Want dat maakte haar heel sterk in die tijd. Op een of andere manier was dat weduwschap ook heel belangrijk natuurlijk voor haar. Dat kon ze echt meegebruiken daarin. Ja. Dat ze botste, zoals u hoort, zij was ook niet de minste. Maar goed, ergens heeft de tijd ook wel bewezen. Bijvoorbeeld, ik geef u maar eventjes ook mee, Margarethe van York gaat daar onder haar hoede nemen. En waarom gaan ze naar Mechelen? Dat is misschien nog een interessant. In Vlaanderen, in het graafschap Vlaanderen, maar ook in het hertogdom Brabant, hadden vrouwen veel meer erfrechten. En vanaf het moment dat je daar uitging, had je dat niet. En dus Mechelen was een enclave waarin de vrouwenrechten het hoogst stonden. Vandaar dat die twee vrouwen niet van gisteren hun residentie in Mechelen wilden. Omdat ze daar ook het best beschermd werden. Dus je ziet, op een of andere manier waren zij zeer behendig. Ze was zelfvertrouwend, ze was te vertrouwen. En dat zijn zo wat de twee dingen die je kan... Ook in de motto's die je hebt van haar... zijn die dingen ook vaak weerkerend. Ja? Goed. Dank u. Zijn er nog vragen? Ja? Als u zei dus dat keizer Karel gaf dus aan Margaretha van Oostenrijk, op een bepaald moment is zij dan de landvoogd nadien geworden. Dus de hele vele cadeaus werden altijd dus bij haar, aan haar doorgegeven. Enerzijds om akkoord te komen. Maar dan heb ik iets niet begrepen. Dat zij onder keizer Karel werd zij de voogdes van een heel stuk van... Ja, ja dat is geen... Het is zo dat... Dat is zoals ook bij huidige koningshuizen dat wel gebeurt. Namelijk, als het kind te jong is, dan ben je regent. Dan doe je dat in naam van het kind dat nog niet bij machten is om te regeren. Dan ben je regent. Of als er een Maleise is, dan wordt er een regent aangeduid. Denk ook maar aan na de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld in België. Dat regentschap dat loopt ten einde wanneer het kind of de persoon de bevoegdheid kan verwerven om het land te gaan besturen.
En wat gebeurt er dan? En dat is ook een bemiddelingsrol die altijd gespeeld is. Men heeft altijd een apart statuut gegeven aan de Nederlanden, omdat het ook zo'n rijk gebied was, met steden die lastig deden en dergelijke meer. En keizer Karel beslist dan om, net zoals zijn grootvader Maximiliaan, om een soort van tussenpositie te creëren waarbij iemand in zijn naam regeert over dat gebied. En dat is dan dat zij een landvoogdes werd. En zij wordt dat nadat keizer Karel keizer wordt. Dus vanaf zijn 20ste. En zij is dus landvoogdes geweest van 1520 tot 1530. Vanaf haar 40ste tot haar 50ste jaar. Maar voordien was ze al 16 jaar regentes. Ziet u, dat is een beetje de situatie. Is dat duidelijk dan? Ja? Ze had dan inderdaad veel meer macht. En, maar ook veel meer verantwoordelijkheid. Het is altijd wel wat, natuurlijk. Hè? Ziet u? De Bourgondische Nederlanden hebben altijd... dat is ook aan het hof zo geweest. Hè? Het hof in Spanje heeft altijd ruzie gemaakt. De Vlamingen tegen de Spanjaarden. Hè? De Spanjaarden waren voor de wet. Hè? Nog altijd, denk ik, Catalonië enzovoort. Het is nog altijd die Spaanse problematiek van de wet is geschreven en is de norm. Hè? Het is ook niet toevallig dat Ignatius van Loyola toevallig uit Spanje kwam. Hè? Ik wil maar iets zeggen, dus dan hoor je het al. Maar de Vlamingen, dat was een andere regeling vaak. En dat was een hele strijd aan het hof. En bij Philips, de zoon van Karel, gaat dat natuurlijk ten voordele van de Spanjaarden. Dat is ons nadeel geweest, denk aan Alva enzovoort. Terwijl bij keizer Karel gaat het grotendeels in balans en vaak ook ten voordele van de Vlamingen aan het hof. En bijvoorbeeld Pieter van Gent, die zegt van kijk eens, dat loopt daar fout. Pieter van Gent is die hoveling die dan Franciscaan wordt en dan naar Amerika ging. Hè? Dat is zoals ik u verteld heb. Nou, Pieter van Gent die zegt het loopt fout in de Amerika's. Dat gaat alleen maar om goud. Dat kan niet. Dat moeten we anders aanpakken. En wat doet Pieter van Gent? Pieter van Gent die heeft een engagement en die gaat dus in het klooster, wordt Franciscaan. En dan gaat hij samen met 11 anderen, symbolischer kan het niet, de 12 apostelen, gaat hij naar de nieuwe wereld om te gaan missioneren. En die neemt als het ware een bemiddelingspositie in tussen de Indianen en de Europeanen die de nieuwe machthebbers zijn. En hij probeert een soort van bemiddelaar te zijn als Vlaming. Op een of andere manier is dat interessant, want dat is dus eigenlijk een positie die hij ook gegund wordt, zodanig dat de strijd niet enkel... we zouden zeggen, de strijd is een meer centrumhouding dan wel een neoliberale houding. De neoliberale, dat is alleen maar goud en we halen het er maar van weg. Nee, het zijn de centrumpositie die het aanvankelijk wint. Bijvoorbeeld Bartolomé de las Casas krijgt alleen maar steun van de Vlamingen aan het hof in Spanje. Niet door de Spanjaarden. En daar hebben de Spanjaarden altijd kwalijk genomen. Ziet je? En Bartolomé de las Casas en Pieter van Gent, die kennen elkaar ook. Ik geef u maar een voorbeeld van hoe de strijd vaak aan een hof plaatsvond. En toen de hoveling Pieter van Gent geen hoveling meer wilde zijn, al dan niet om bepaalde persoonlijke redenen, gaat hij dan een engagement aan en hij gaat dus bij wijze van spreken een bemiddelende positie in. En dat is toch wel een interessante situatie, om te zien hoe ook dat spel gespeeld werd in die tijd. Oké. Okay. Ik hoop dat ik een beetje helder heb. Wat zei u? Zo rijk heel die combinaties. Ja, tuurlijk. En zo gaat dat altijd. Hè? Zo is dat in de geschiedenis vaak gegaan. Maar laten we alsjeblieft de geschiedenis ten volle. Hè? Zoals die zwarte man die een hoveling was. Hè? Dat was een veel interessantere tijd eigenlijk. Daar zitten wij ook middenin, in een interessante tijd. Of het dan makkelijk is, dat is een ander vermouwen, maar het is wel een interessante tijd. Hè? Dat kan je wel zeggen. Ah, wel, merci. Allee, nog een laatste vraag. Ja, je kunt natuurlijk niet alle aspecten... je belichten. Onder andere, het zou eens interessant zijn, maar daar hebben andere mensen over gepraat, dat is de muzikale kant.
U weet dat toen de Vlamingen dan ook bijzonder waren. L'école franco-flamande, zoals men doet. En ik veronderstel dat in de bibliotheek ook veel muziekwerken zaten. Maar je kunt niet alle aspecten. Nu, zoals u weet, dat in het voormalige paleis van de heer van Nassau, die een goede vriend was van keizer Karel, maar die toevallig in de geschiedenis terechtgekomen is aan de andere kant, Willem van Oranje. En dus dan werd het geconfiskeerd. En daar hebt u dan waar de bibliotheek van de Bourgondiërs uit Brussel en ook de bibliotheek van Margarethe van Oostenrijk is samengevoegd. Dat is de libraille van... En uit de bibliotheek van Margarethe van Bourgondië, Margarethe van Oostenrijk, hebben we ongeveer een 15-tal exemplaren, denk ik, als ik me niet vergis, of een 18-tal exemplaren nog van originele boekwerken, hè? Dus van muziek. En ook heel wat muziek dat geschreven is, zoals ik zei, door Pierre de la Rue op poëzie van haar. Hè? Dat is trouwens ook uitgebracht, Alamir enzovoort, ja. En dus er is, en al die stukken, als u daarin geïnteresseerd bent, u kunt die allemaal gaan nagaan in de Koninklijke Bibliotheek op dit moment in Brussel. Ik heb die destijds ook allemaal nagegaan. Dus er is wel wat, hoor. Er is echt wel heel veel. Dus wat dat betreft, dat zijn een hele grote, vooral ook muzikale smaak. En niet alleen, zou je kunnen zeggen, het was ook wat wij dan zouden noemen in die tijd modern. Hè? Dus het was... Zij was mee in de nieuwe polyfonie en dergelijke meer, die in die tijd ook enorme opgang maakte. En toch nog even zeggen, want ik wil hier vooral niet willen gedoodverfd worden, als ik het woordje Vlaming gebruik, is het niet zoals sommige politici dat vandaag gebruiken. Dat bestond toen niet, dat woord tenminste, op die manier. Misschien is het de beste omschrijving van de zogenaamde Fiamingi, of hoe ze ook kunnen genoemd worden, dat zowel Franstaligen waren als mensen die Nederlandstalig waren. Dat zij niet maalden om een grens. Ja, vandaar de Franco-Flamand. Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, u wilt... De allerlaatste vraag dan, want dat achteraf... Ja, is dat oké? Je hebt gesproken over hetgeen dat ze bezat, over de boeken, over de uitstraling van wat ze bezat. En ook, je zei dat het te vergelijken was met PR, public relations, en ook machtspolitiek in zekere zin. En je sprak over de dynastie, dat dat altijd in haar achterhoofd speelde. Maar ze had wel degelijk boeken. Ze ontmoette mensen zoals Erasmus. Ze ontmoette mensen zoals... Wel, ze ontmoette kunstenaars. Zou je zeggen dat ze zelf een drang had naar kennis en wetenschap? Of was dat meer dat anderen dat speelden? Dat vind ik... Ik ben nieuwsgierig. Nou, officieel was zij streng katholiek, gelovig. Dat was ook de hele uitstraling. Dat weduwe zijn, dat had ook een effect in dat opzicht. Ook naar kerkelijke overheden, kunt u zich voorstellen. Zij zou naar buiten toe altijd eerder een behoedzame, wat conservatieve smaak hebben getoond. Dat is ook zo. Maar de poëzie die ze schreef, die ligt er niet om. Die is ook vaak toch wel behoorlijk lijfelijk, als ik het zo maar mag zeggen. Hè. Wat je Jean Lemaire des Belges schrijft, dat zijn geen kanonieke geschriften. Dat zijn echt gedurfde teksten. Maar zich uitte dat niet. En privé zal zij zeker vast een bredere en een veel rijkere smaak hebben gehad dan het officiële verhaal. Zij was ook degene die durfde, en dat wil ik dan misschien... Dat is ook van mijn kant een interpretatie, hoor, want ik kan dat niet helemaal hard... bewijzen, maar ik kan het alleen maar bewijzen aan de hand van hoe haar hof eruit zag. Zij durfde ook wel hybride te zijn, als ik het zo mag zeggen, in de manier waarop ze de wereld binnenbracht in die kamer van haar. Hè. Dat was nieuw, totaal nieuw. Dus in die zin was zij misschien in de middelen die ze had niet altijd zo vernieuwend, maar in de manier waarop ze die middelen inzette... Heel vernieuwend. Huh? Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En dat is subtiel. Huh? Dat is typisch feminien. Huh? Dat is een heel andere manier dan
En ik denk dat we die geschiedenis... Dat was ook voor mij een beetje... Toen ik curator werd van de tentoonstelling, zei ik... Ja, ik ben misschien niet de juiste persoon. Hè. Ik bedoel, misschien moet je eerder een vrouw daarvoor vragen voor zulke expo. Hè. Nu goed, dat was dan toch blijkbaar geen probleem. Dus ik heb getracht en ik blijf er ook bij. Ik wil niet zeggen vrouwelijk, ik wil zeggen feminien. Dat is een heel andere dimensie eigenlijk, waarin het... En dat zie je ook in haar paleis. Het is bescheiden. Naar buiten toe... maar ontzaglijk rijk naar binnen toe in de gelaagdheid. En in die zin is zij een heel intellectuele vrouw geweest. Ja. Dat is zeker het geval. Maar zij was niet... Zij was eerder, denk ik, bezig met de problematiek die komende was, zoals de protestantse... die hele reformatiebeweging die in opkomst was. Dat was ook een politieke dimensie aan. Zij was minder en niet zozeer geïnteresseerd in het hele Amerika-verhaal, waar men ook toen nog niet wist wat dat ging... beduiden eigenlijk. Dat is pas in de tweede helft van de 16e eeuw ten volle doorgedrongen. Maar ze weet de middelen wel in te zetten. En ze weet ook, beseft verdomme goed dat zij de navel van de wereld mag zijn. Dat kan die gast, die jonger is dan zij, dan toch eventjes op zijn buik schrijven, maar zij heeft de navel. Dus dat is toch wel een heel belangrijk gegeven, denk ik. En hij speelt dat ook mee, want hij gunt haar dat natuurlijk. Ik denk niet dat Habsburgers over het algemeen, en dat is ook later gebleken, dat zijn geen vernieuwers, hè? Dat weet u ook wel. Dat zijn eerder behoudsgezinde dynastieën geweest. Maar zij was zeker vast iemand die, die boven de maat van de middelen uitsteeg, in alle opzichten. Ja. Zeker. En ik raad u aan om bijvoorbeeld Pierre de la Rue, teksten van haar, poëzie, Jean Lemaire de Belge. Dat zijn toch wel allemaal heel aparte indrukken die u hebt, hoor. Als u de liefdesgeschiedenis van de papegaai met zijn bazin ziet, nou, dat is toch wel... Moet je maar durven. Hoor. En dan hebt u ook nog een zwarte hoveling. Doe maar, hè. En die gaat mee naar ons lieve vrouwke van Hallen als het moet, hè? Enzovoort. Nee, ik bedoel maar, de rijkdom is toch wel iets waar wij moeten ons vragen over stellen. Zij was zeker vast geen pilarenbijtster, nee. Maar ze deed dat wel officieel, omdat dat nu eenmaal zo hoorde. Ja, je bent er nog een vraag, blijkbaar. Ja. Misschien een beetje voortbordurend op hetgeen dat u dat juist zei. Dürer was enorm gefascineerd door die voorwerpen. En hij veet naar buiten toe... Margarethe was dus heel blijkbaar een stoïcijns iemand naar buiten toe. En dus was dat een chambre secret? Was dat eigenlijk geweten dat zij die rijkdom daar had? En was dat toegankelijk? VTM bestond nog niet in die tijd. Dus in die zin had men niet de media om die dingen te tonen. Of die rijkdom, want dat zegt u nu, en dat klopt ook wel voor een stuk, in onze ogen zeker, omdat die stukken zo precieus zijn. Denk maar aan die verentooien en zo. Nu, het werd niet echt als rijkdom, het werd eerder als trofee waarschijnlijk voor een stuk, zeker door de conquistadores meegenomen. Maar zij gebruikten het wel op een manier dat meer was dan louter dat vanuit de logica van de conquistadores. Hè. Dus zij doet er wel iets meer mee. Ja, dat was geweten, maar zij pronkte niet met die... En je kwam zomaar niet binnen. Bijvoorbeeld, we weten van Albrecht Dürer dat hij nogal wat werk heeft verzet om daar binnen te geraken, bijvoorbeeld. Dat ging zomaar niet. Zij was nogal kieskeurig. Erasmus die zei ook van, ja, zeg, moet ik zoveel werk doen, maar ik wilde toch wel die Codex Aureus gaan zien, dus ik moet daar toch wel moeite voor doen. En op een of andere manier is zij... In haar, wat zij erg goed kon, was het privé-aspect, haar privé-omgeving, enkel in te zetten wanneer het noodzakelijk echt was. En als het officiëler moest, dan moest je maar naar Brussel gaan. Daar was het officiëlere verhaal. Je zou kunnen zeggen, Mechelen was zoiets als Laken, daar geraakt u ook zomaar niet binnen. Terwijl er een officieel... paleis is, dat een stoef paleis is met weinig waarde, hè? Maar dat ligt in het centrum van Brussel. Hè? En daar gaat je naartoe als je bij wijze van spreken de courantenbewegingen doet. Dat is misschien niet helemaal goed die vergelijking, maar je voelt het ene is privé, het andere is publieker.
zij gebruikte dat wel, haar paleis, maar het paleis was niet zomaar een... Je stapte daar niet zomaar even binnen en buiten. Nee, dat zeker niet. En daar was ze ook erg kieskeurig in, zeker. Maar het was dan des te straffer, hè? Want je kunt zich voorstellen, ik heb mijn best gedaan, ik weet niet of ik dat overkwam, maar je kwam die bibliotheek binnen en dan wordt dat opengetrokken en dan zie je die zilveren schijn. Dat heeft met theater te maken, maar dat kon ze wel, dat wist ze ook wel hoe ze dat moest. Maar ze was, des te verwonderlijker was het bij haar, omdat zij kwam als een... Als ze door de poort ging van haar paleis, dan was zij een ingetogen vrouw. Hè? Dat was een begijn, dat was een kloosterling. Ze was een weduwe, zwart gekleed altijd. Maar kwam je in haar paleis, dan bleek haar wereld veel rijker, veel gelaagder en ook veel impressionanter te zijn, des te meer effect had het. Je geraakte er amper of niet binnen. En als je kon binnengeraken, dan kreeg je meer dan dat je had verwacht. Dat is pas echt politiek bedrijven, zou ik zeggen. Moesten eens wat meer vrouwen dat soort politiek proberen te bedrijven. Hè? Begrijpt u? Ik maak er ook een verhaal van, dat hoort u. Maar het moet zo zijn, anders kunnen wij er ons niks bij voorstellen. Hè? En ik ga ook hier en daar interpreteren, dan moet u mij dat niet vergeven. Dan moet u mij maar vergeven, bedoel ik. Maar ik geloof stellig dat zij, kieskeurig dat ze was, haar paleis gebruikte in geval het nodig was. Hartelijk dank voor dit verhaal. Met alle nuances en subtiliteit. Dat was echt heel rijk. Merci. Dank u. Voilà, en merci aan ons publiek ook. Hè. Ja. Als jullie het willen herbekijken, dat zal vanaf morgen op onze website staan. Voilà, een veilig reis naar huis.